Goedemorgen, middag of avond en welkom terug bij Krimi TV. Ik zal nog eventjes gauw een announcement posten. Zo. De sneeuwkatertrui is wederom op avontuur. Het is werkelijk waar. We gaan gauw verder. We gaan Skyrim spelen, lieve mensen. Zo. Normaal gesproken zouden wij vandaag de Open TTD stream doen. Het begint goed. Skyrim loopt vast. Waarschijnlijk omdat ik gealt-tapt heb. Geeft niks. Venster sluiten. Stop. Alles loopt vast. Fantastisch. Een goed begin is het halve werk. Skyrim reageert niet. Nee, dat wist ik. Beëindigen. Doen we nog een keer. Play. Ja, we zouden eigenlijk Open TTD doen. ik vroeg Bas. Bas deelt een beetje mijn sentiment hierin. Want we hebben allebei heel veel Open TTD gespeeld de afgelopen tijd. En het is nu wel even tijd voor wat anders. Daar zijn we het gelukkig samen over eens. En ik had ook niet zo'n zin om Open TTD te doen vandaag. Waarom zou je een game doen waar je geen zin in hebt als je ook iets anders kan doen? Dus we gaan gewoon lekker verder met onze Skyrim playthrough. Are we running low on mead? No, even Ranmir can only drink so much. Let's just keep an eye on the supply. It's such a chore to restock. I suppose that's a benefit to having so few customers. Hey, Jiggly. If there's anything you need, just let me know. Ik kan nu onzichtbaar worden, dat is waar ook. Superleuk. Hey, de Jarl. What's your business here in Winterhold? Just passing through. Stay clear of that college. If you know what's good for you. Nothing but foul deeds behind those walls. You're the Jarl, I'm looking for work. Winterhold has lost much of its history, and with that much of its power. I aim to change that. I've heard rumors of the resting place of the Helm of Winterhold. The very same helm that Jarl Hansa wore in the First Era. Hansa was in line to be High King of Skyrim, you know. Having that might get the ear of the other holds, and give me some authority. Sure. Good. I'll have a sum of gold waiting for your return. Fantastisch. Nou, voor de rest heb ik ook geen behoefte om met hem te kletsen. Misk, die gaan we wel even aanzetten voor het geval we er langs lopen toevallig. Eens even kijken. Wij zijn hier in Winterhold en we moeten met Nellekar praten. Hier zijn we al. We zijn al bij Nellekar. We hebben hier Kill the Dragon. Oh, Kill the Dragon. Die is dichtbij, die dragon. Mount Anthor. En daar ook, trouwens. Find the Helm of Winterhold hier in het water. Source of Power. Collect Bounty. Nog iemands shield. We hebben hier waarschijnlijk nog wat. Kill the Giant. Oké. Hier hebben we nog Riften en de Shadowstone. En hier hebben we Fort Dawnguard natuurlijk. Wie kent het niet? Lijkt wel een beetje Game of Thrones-achtig. Ja, sure. Dat zou je zo kunnen zeggen, ja. Eens even kijken. Find Azura Star in Ilniata's Deep. Dat is terug bij Whiterun. Dus we moeten kijken of we bij Whiterun kunnen komen eerst. En dan nog een mooi fucking end. Misschien is het zelfs sneller om naar Falkreath te gaan. Falkreath heb ik nog niet eens op de kaart. Kun je nagaan. Falkreath Hold. Mortal wel. Mortal hebben we. Nee, ik denk dat het snelste is om een kar te nemen naar Whiterun. Maar ik weet niet of er een kar staat in Winterhold. Gaan we nu achterkomen? The fuck ben je mee? Oh, you're a wizard? I mean, you cast that spell just now, yeah? I was hoping you could make me invisible or something. Can you? Make me invisible? Okay, but I'll need a few moments. Oh, right! I knew you'd do it. This is gonna be so fun. You can't even imagine. No, I certainly hey, didn't. So are you ever going to make? Hey, so no, are you ever going not. To make me invisible or a what? A small experiment may have gone awry, but clearly you are invisible. I don't know. I don't feel invisible. And is this something I'll need to worry about in the future?
Of course you're not invisible. Go bother someone else. You're dumb. Unfortunate for my research. Yo, wat vind je hiervan? Ik ben invisible. Ah, sir. Let's go. Oké, we gaan we gaan kijken of we terug naar Whiterun kunnen. Eenmaal terug in Whiterun moeten we door om die Azura Star te vinden. Typisch kind, you're dumb. Ja, inderdaad. Is hier een kar? Oh, hallo. Winterhold Guard. How come you're in Winterhold? My pa says people like you are the reason no one lives here. Nee, laten we het niet doen. He's dumb. Ja, Bas, dankjewel, hè. Fijn, Bas. Dat je altijd het positieve in mensen naar boven brengt. Hier is volgens mij helemaal geen kar om te fast travelen. Ik denk dat we echt naar het zuiden moeten lopen. Oké, dat is een mooi end. We kunnen in ieder geval wel invisible worden. Dat is heel fijn. We kunnen nog steeds muffle casten. Ook heel erg fijn. Muffle kunnen we gebruiken om geluidloos te kunnen bewegen. Volgens mij doen onze laarzen dat ook al. Maar het effect dubbelop is volgens mij dat je helemaal geen geluid meer maakt. Dus dat is goed. We hebben het ijskoud. We verliezen ook health op die manier. Dus eigenlijk had ik wat leer en wat hout willen verzamelen om kampen te kunnen maken. Maar ik denk ook niet dat er een forge is. Oh, daar is iemand. Iets of iemand is hier. Een Argonian. Gelukkig zijn we heel goed in sneaky. Wat draagt iemand bij zich? Oh shit, het is een agressieve Argonian ook. That's your best. Oh shit. Argonian wordt aangevallen door de Ice Wolves. En nu ik. Een gewone wolf. Oké, dat was raar. Wolfpelts wil ik graag hebben. Voor het maken van een kamp. Als ik nog wat hout vind, dan kan ik mogelijk iets fixen. Garnet, Soul Gem, Staff of Ice Spikes, die is wel aardig. Waarom deed hij zo moeilijk? Waarom hebben Argonians geen navel? Dit is ook een bijzonder iets. Maar ze hebben natuurlijk geen navel, omdat ze geen... Argonians worden niet geboren, die worden natuurlijk gehatched uit een ei. Dat verklaart een hoop. Ik voel me nu stukken beter nu ik dit weet. Oké, we hebben hier een guard. Ja. Hier is een mijn. En de mijn kunnen we even opwarmen op zijn minst. Voordat we verder gaan. Oké. Ik ga de mijn in, jongens. We hebben hier iron ore. Die kunnen we enkel stelen. We hebben hier zakken waar we enkel uit kunnen stelen. Hier is een stomp. Nightshade neem ik mee. Oké. Wist je dat kippen wel een navel hebben? Nee. Nee, dat wist ik eigenlijk niet. Okay, dit zijn allemaal bedrolls die geowned worden. Badnir. Angvid. Al deze... Oké, ze hebben nog niet eens door dat we er zijn. Dat vind ik zo mooi, hè. Oh, nu wel. Hallo. Anytime I get tired of working, I just think that maybe the next... We were supposed to be rich by now, you know? Keeps me Thorgar says we'll find rock soon. The kind worth gold. We hebben een cooking pot, maar volgens mij hebben we geen leeks. Dus we kunnen volgens mij nog niks koken. Heavy armor forging. Een extra level smithing. Vooral op dit hoge level. Is zeker de moeite waard. Hier ligt heel veel brandhout, maar waarschijnlijk niks wat we mogen gebruiken. Gewoon even kijken. Ik ga wel even sneaken. Voordat ik verder ga. Even kijken of we hier nog ores vinden. Misschien moet ik toch maar eventjes een pickaxe en een wood chopping axe bij me houden. Dit is gewoon allemaal puinsteen. Dat is niet interessant. Daar staat iemand. Daar staat ze. Het is een hij. Oké.
Thorgar. Mining is hard work, but we pay a fair price for any ore you dig up. Dit is allemaal iron ore. Oké. Het loopt ook niet verder dan dit, dus... Ik heb geen pickaxe. Nee. Kan ik een pickaxe vinden, is dan de vraag. Dat zou leuk zijn, toch? Zou je ergens een pickaxe voor me hadden? Sorry, ik verveel me. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Ja, volgens mij is alles hier niet van mij. Dus ik kan hier wel iets pakken. Maar ik denk niet dat me dat in dank wordt afgenomen. Kunnen we kijken of hier een geheime gang is? Nee. Hup. Geen bedrolls waar ik in mag slapen. Ze zijn niet met z'n vieren. Oh, hier is een pickaxe die ik wel mag meenemen. Oh, fijn. Oké, dus toch een pickaxe. Nou, toch iets. Coin purse. Ja, niemand die het ziet. Oh, hallo. Mine will be the talk of Skyrim soon. You'll see. It will be the stuff of legends. Oké. Nou, laat mij maar even graven dan. Anytime I get tired of working. Need something? Ik heb tenminste warm hier. Ik ga deze wel even uithakken. En je krijgt dus ook edelstenen hiervan. Dat was ik helemaal vergeten. Dat is zeker lucratief. Someone else is using this. Kan ik deze gast niet per ongeluk wegduwen of zo? Yes? Oeh. Auw. Oh, dory. Oké. Ja, ik zoek gewoon ores, mensen. Maar ja, als jullie hier alleen maar wat iron aanbieden en meer niet. Oh, gelukkig. Hij gaat naar de andere. Ja, ik moet sowieso eens wat gaan doen met smithing, want je wilt uiteindelijk toch je eigen armors maken. Want eigen armor is altijd beter dan wat je kan vinden. Want je kan het zelf enchanten en dergelijke. Maar hier is gewoon niet heel veel te vinden. Dat geeft helemaal niks. Dat hoort er gewoon bij. Mining is hard work, but we pay a fair price for any ore you dig up. Ja, later. Oké. De paar ores die ik heb gevonden. We zien, hier staat een guard, maar ik kan deze twee ook nog stelen. Niemand die het ziet, toch? Drie. Okay, nee, niemand heeft het gezien. Carrot, salt. Nee, dat wil ik niet hebben. Oké, okay, drie ores gevonden. We gaan het even smelten voordat voordat het te lang duurt. Voordat ik te veel van die spullen bij me heb. Zo, iron ores. Eigenlijk had ik ze moeten bewaren voor Transmute. Maar ik ken de Transmute-spel nog niet, dus... Dus even kijken. Richting het zuiden is waar we eigenlijk heen moeten en willen. Vanwege allereerst het weer. Want we gaan nu telkens langzaam dood. Elke keer als we ergens naartoe gaan, gaan we langzaam dood. En dat is geen leuk gevoel. We zitten nu weer op maximum hitpoints. Omdat we even warm zijn geweest. Maar voor je het weet verliezen we weer een paar hitpoints. En dat gaat op een gegeven moment gaat dat heel snel. Oh, hallo. Jij bent een sabercat. Een snowy sabercat. Hallo. Poeh, dat ging nog maar net goed. Oké, restoration increased. We gaan ook een level omhoog. Erg fijn. Level 44 alweer. Hier is de Stillborn Cave. Nou, we hebben het nog niet koud zat, dus we gaan eventjes doorlopen. Maar misschien een goede om toch eventjes die sneak aan te houden. Zo nu en dan. Oké, okay, richting het zuiden. Daar is een grote bergformatie. Oh, wie ben jij? I'm on my way to Solitude to join the Legion. A united empire is better for everyone. Oké. Okay. Ja, ik oordeel niet. is hier niet ergens die draak ook? Oh, die is daar. Daar lopen we echt een heel eind omheen. Ja, Windhelm hebben we hier. En Windhelm heeft stables. Ik kan niks met die huiden doen. Ja, en dat kan zeker. In plaats van dat ik hele goede armor heb, heb ik zeg maar fur armors. Die geven je extra warmte.
Dus dit is trouwens niet het originele spel Skyrim. Dit is een mod. Niet een mod, een uitbreiding. Creation Club uitbreiding. Die ervoor zorgt dat je dus inderdaad honger en dorst krijgt. En dat je warm moet blijven en dat je moet slapen voor level-ups. Dat soort dingen. Ook slapen zodat je helder blijft. Dat is ook een dingetje, want anders dan wordt je beeld heel erg wazig en dan zie je niks. Op zich heel interessant gedaan. Oké, we zijn volledig geheeld. Hier, nu ook. Ik krijg een melding. You are packaged. Dus we hebben nu zeg maar een beetje trek. Oh, gebeurt daar wat? Volgens mij is dat een skelet. Hopsa. Kop eraf. Nice. Oké. Even de koprolletjes doen. Fort Kastaf? Oké. Noord Arrows, Noord Bow. Nee, niet interessant. Niet interessant. Wat wel interessant is. Wel heel mooi spel. Ja, absoluut. Het is een spel uit 2011. En dit is dan de zogenaamde Special Edition. Die heeft een graphic update gekregen van de nieuwe generation. Dat is echt heel goed. Echt heel goed. Oh shit, ik word gezien. Dat is helemaal niet de bedoeling. Oké, we gaan ons nieuwe spel even uitproberen. Maar dan moeten we volledige magic hebben, volgens mij. Bijna volle magic. Ja, we moeten echt magica gaan trainen. Bespeur ik een Engels accent bij je of vergis ik me? Nee, actually, you're absolutely right. Yes. oh god. Oh, dit gaan we niet overleven, niet. Oh my god. Wanneer hebben we voor het laatst gesaved? Ik denk net uit die grot. Gaan we weer 5 minuten terug. Ja, net uit de grot. Jammer joh. Oké. Kunnen we in ieder geval doen wat we al zeiden. Dat we dus... Ik wil ze pijlen stelen, absoluut. De rest mag je houden. Ik ga niet... mountain flowers. Ik ga niet alles omsmelten. Ik ga het later transmuten naar gold. Gold is heel goed voor je smithing level. En iron. Ja, we gebruiken geen iron meer. Oh ja, dit gedeelte trapte er bijna weg. Die moet het zijn. 8. Poes! Hopsa. Wederom net op het nippertje gered. We moeten wat vaker quicksaven, jongens. Dat, Stillborn Cave. Nou, net zoals de laatste keer. We hebben het nog niet zodanig koud dat we nu bijna doodgaan. Dus we gaan gewoon door. Oké, we hebben invisibility, we hebben muffle. Ik denk dat invisibility belangrijker gaat worden dan muffle. Dus we doen deze op 5, deze op 4. En we moeten uiteraard onze boog, bound bow, op rechts hebben. En dan invisibility op links. Dat moet je wel goed doen. Zo. Kunnen we een boog summonen? Kan handig zijn. Wie ben jij? Oh, het is Mike. What does this mean to combine magic? Magic plus magic is still magic. Wise. Too much magic can be dangerous. Maik once had 2 spells and burned his sweet roll. Maik is tired now. Go bother somebody else. Okay. Bedankt, Maik. Okay, we gaan hier eventjes chillen. Zo, ik ga even quicksaven en ik ga heel eventjes wat te drinken pakken. Ik ben er met een paar seconden weer.
Alrighty then. Okay, striking the heart. We've heard rumors of a Silverhand lieutenant. Dat is niet onze huidige quest. We gaan door met de invisibility. Nu is het nadeel dat als ik mijn bound bow cast, dan ben ik volgens mij weer visible. Ja, dat is een dingetje. Bedankt Jiggly. Bedankt voor het volgen. Welkom bij Krimi TV. Oh, daar gaat zijn voetje. Loot het voetje. Nee, niks nieuws hier. Oh shit. Het is klaar lichte dag en ik wandel zo over die rand heen. Dus iedereen kan me gewoon zien. Oh, ze zijn goed. Ze weten hoe dodge werkt. Arch Conjurer. Oh, verdorie. Het is heel sterk. Oké. Okay. We gaan helemaal lijp. Shit, oké. Ik denk dat ik dit eerder moet doen. Ik denk dat ik eerder in beast form moet gaan. Gewoon nu al. Oh shit, oké. Misschien moet ik eerst wegrennen. Ik heb misschien een beetje heel jammerlijk gequicksaved. Oh, dan word ik ook nog geraakt door word ik ook nog geraakt door thunderspells. Dus dan gaat je magic naar beneden. Oeh. Ja, dat bedoel ik. Ik Ik zit een beetje vast. Oké. Ik ga gewoon proberen te rennen. Heb ik nog potions? Dit is belangrijk nu. Nee, ik heb geen potions. Ik heb wel food. Vegetable soup. Oké, ik denk dat ik het zo overleef. Oké, we hebben een andere strategie nodig. En die strategie is inderdaad, we gaan naar binnen als zijnde een weerwolf. Om zo dit alles te overleven. Weerwolf heeft ook geen magie nodig. Sneak increase, dat is altijd fijn hè. Oké, beastform even selecteren. Even quicksaven dit keer. Let's go. Zie, er is altijd een antwoord. Alleen soms moet je 10 keer doodgaan voordat je erachter komt. Mike heeft ons niet gezien en is ook niet bang voor ons. Dat is wel heel knap. Oh, iemands paard is hier doodgegaan net. Wat de hel? Oké. Master Necro. Kan ik niet hier overheen? Wat is dit? Zo. Lijkt erop dat we het overleefd hebben weer. Eventjes de lijken eten.
Volgens mij hebben we nu alles, maar toch altijd even checken. Daar loopt nog iemand. Het is een skeleton. Captain Quarters. Ik ga graag even naar binnen hier in de Captain Quarters. Captain's Quarters, er moeten wel interessante dingen zijn natuurlijk. Hier is een bed in ieder geval. Kunnen we saven en dan kunnen we wat warmte verkrijgen hier. Er zijn geen vijanden. Ik ga wel naar het dak hier. Kijken of er nog op het dak iemand is. Wie weet. Oh, wel een of ander ritueel. Goed om te weten. Nou, ik ga hier een uurtje wachten. In de kou. Dat ik terug transformeer. You are freezing, dat dacht ik al wel. Oké, conjure familiar spell. Nightshade. Neem de bol even op. Zo. Die wil ik graag. Gold wil ik graag. Fire souls, void salts. Ja, dit zijn allemaal goede dingen. Ik krijg het warm omdat ik in de buurt ben van een kaars. Hoe vind je die? Prachtig, jongen. Prachtig. Is hier nog iets? Iets van hout of zo? Nee? Oké. Nou, ik ga naar binnen. In dit zwevende luik. Dan ga ik even slapen, zodra ik dit allemaal geloot heb. Oh, Bleeding Crowns? Ja hoor, sure. Kom maar. Frost Miriams. Een Satchel. Ultimate Stamina Potion. Fantastisch. Ik probeerde net door tab in te houden. Probeerde ik het licht van mijn Pip-Boy aan te doen. En ik dacht opeens van, hé, we spelen maar geen Fallout. Dat is een beetje jammer weer. Small sack. Herkenbaar. Kist. Elixir of Resist Cold. Dat kan handig zijn als we bijna doodvriezen. Die hou ik even bij me. Kleren, niet zo heel interessant. Warrior heet het boek. Een leveltje blok erbij. Het komt heel mooi uit, want zoveel blokken wij niet. Dat trainen we heel moeilijk, wil ik daarmee zeggen. Excuus. Potatoes. Kijken bij mijn food. Ja, altijd alles eten tot je er 10 van hebt, anders dan draag je gewoon te veel shit bij je. Een wooden ladle en een bowl. Een beetje wijn. Nou, ook niet heel interessant. Wijn drink ik liever niet. The Old Ways. Wat is dit voor boek? We who know the old ways. Oké, dit is een interessante die ik later wil doorlezen, maar nu niet. Alle boeken van 5, zeg maar die 5 waard zijn, het zijn filler boeken, zoals ik ze zelf noem. Die kennen we inmiddels wel. Mixed Unit Tactics. Is dit gewoon 2 keer hetzelfde boek? Ja, 2 keer hetzelfde boek. Hoe vind je die? Kaas, 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 kaas. Hupsa, heel veel kaas. Bucket. Niet een interessante bucket. Ik heb heel veel kaas gevonden, jongens. Kom op. Eet alle kaas. Zo. Kaas. Ook een klant. Ik ben ook een klant. Green apples? Nee. Red apples? Nee. Salt piles? Ja, dank u. Nog meer red apples hoef ik niet. Glass boots. Ziet er goed uit. En een ruby. Ruby, 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 ruby. Nou, volgens mij is hier verder niks. We hebben alles gezien. We gaan slapen in het bed van de kapitein. You feel warmer and are now comfortable. Fantastisch. Let's have a sleepy. We gaan eventjes een mooi aantal uren slapen. Wat dacht je van... Het is nu... Dan wordt het 1, 2, 3... Weet je wat, we gaan tot in de vroege ochtend slapen. Alsof we nog nooit geslapen hebben. Dan we gauw iets pakken.
Jiggly81, die zegt, ik ga er vandoor. Veel plezier nog met spelen en tot de volgende keer. Dankjewel, Jiggly. Ik hoop dat je genoten hebt en dat je de volgende keer evenveel mag genieten. We doen een puntje in Magicka. Plop. Want we hebben meer Magicka nodig voor die Illusion spells. Over Illusion gesproken. Als we Master of the Mind doen. Nee. Quiet casting is eigenlijk alles wat we hieruit wilden hebben. Maar ja, weet je. Meer Muffle kunnen casten. Apprentice Illusion, Adept Illusion. Weet je, al die Illusion perks is ook wel handig. Conjuration ben ik wel klaar mee, denk ik. We hoeven niks te summonen. We doen alleen de dingen met de wapens, zeg maar. Dus dit is goed. Zeker, was leuk. Doei doei! Chanting moeten we ook echt iets mee doen. We kunnen heel bijna... Over nog een paar leveltjes kunnen we... Daedric smithing. Enchanter is een goeie. Die hou ik eventjes in mijn achterhoofd. Alteration doen we eigenlijk niks mee, hè? Nee. Destruction ook niet. We zijn geen destruction magic gebruiker. Pickpocket heb ik al een keer tot level 100 geleveld. En die vind ik zo wel best eigenlijk. Sneak wordt niet heel veel beter op dit moment. Light Armor. Agile Defender. Custom Fit voor extra armor bonus. Waste nothing and doesn't slow you down. Dat is wel een hele goeie natuurlijk, hè? Windwalker, stamina regenerates. Nog een keer extra. En dan heb ik nog death movement. Avoiding all damage from a melee attack while wearing. Ja, precies. Dus gewoon 10% kans om een melee attack volledig te negeren. Heel erg fijn om te hebben. Maar weet je, we gaan voor overdraw. Want dit is onze main manier om damage te doen. Dus we gaan voor overdraw. Waarom niet? You awaken feeling refreshed. You are peckish. Ik heb net al die fucking kaas opgegeten. Laag hier nog appels? Oh, hier is nog mos. Fijn, voor de vegetariërs onder ons. Hier lagen nog appels, denk ik. Ja, hier 3 red apples. Nee. You feel better now. You are satisfied. Oké, okay. Goed genoeg voor mij. We gaan naar buiten. Het is vroeg in de ochtend. Het is 4:15 's morgens. We hebben hier een vuurtje. Dan kunnen we bij gaan chillen. We kunnen er ook op gaan staan. Dat is zo gek. En sommige vuren die doen zeg maar wel wat je zou verwachten. Net als je erop staat dat je dan damage krijgt. En sommige doen het niet. Wij gaan naar, ik denk, Windhelm. Want Windhelm heeft natuurlijk een kar voor de deur. Dus gewoon naar het zuiden. Ja, hij zou bijna zeggen, dan kunnen we net zo goed helemaal lopen. Nee, niet helemaal. Dat is niet helemaal waar. We gaan verder naar het zuiden. Yes. Oh, hallo. Dit is het westen, dus we moeten die kant op naar het zuiden. Ja, dat kan. Dit kunnen wij. Daar is ook ergens een landmark. Daar loopt een geit. Ik denk dat er gewoon zoveel mogelijk onzichtbaar gaan zijn. Dan worden we niet zomaar aangevallen door monsters. You are chilly. Oh, hier. Horst. Nou, kom maar door. Volgen deze weg. Sorry. We volgen deze weg en dan komen we uit in Windhelm.
Waar wij gaan zoeken naar onderdak. We gaan zoeken naar eten. Maar voornamelijk een lift richting Whiterun. Weet je, ik denk dat we het onderdak en het voedsel wel kunnen skippen. We hebben nog wel wat soep bij ons. Vegetable soup. Ik denk dat we het wel kunnen redden. Hier weer een geit. Een vos. Kippen. Leuk man. Die hebben dus geen navel, begrijp ik. Maar ik begrijp ook dat dat een grapje was. Ja, dat is het nadeel van invisibility. Invisibility houdt gelijk op zodra je iets doet. Oké. We hebben nu ook de wood chopping block. En we hebben een axe, dus dat is fijn. Dus we kunnen nu als het goed is gewoon camps maken. En ik zeg, we gaan even twee camps maken. Zodat we kunnen slapen, maar ook kunnen warm kunnen worden. Wanneer we het nodig hebben. Ik denk dat het een hele goede is. We hebben alleen twee leather nodig. Nou, dat vinden we vast wel ergens in Windhelm. Zo. Ja, firewood gebruik je niet zo heel veel. En om dan een woodcutter's axe van 10 gewicht bij je te dragen. En een pickaxe, nou ja. Weet je, je vindt ze ook wel overal. Dus als we een keer moeten laten vallen, dan is dat ook niet erg. Ja, ik wou dat er zo'n enchantment was. Zoals bijvoorbeeld in Fallout heb je een enchantment. Dan weegt iets... Weegt maar 10% van wat het normaal zou wegen. Dat maakt het natuurlijk al stukken interessanter, hè? Assassin. Wat probeer je dan? Kom op. Wat ben jij voor assassin? Een ebony dagger? Sure. Dark Brotherhood assassin note. We've already received payment for the contract. Failure is not an option. Astrid. Die neem ik mee. Coole armor. Die wil ik ook. Dat is Windhelm, of niet? Ja. Ja, we gaan toch even naar binnen in Windhelm. Oh, hallo. Hopsa. Nou, als ik nu nog geen leather had, had ik het nu wel. Ice Wolf pelts, fantastisch. Oké, ik heb het echt heel koud nu. Scherm wordt ook helemaal wit, zeg maar. Dat heb ik echt heel gaaf gedaan, hoor. Dat komt natuurlijk omdat je ogen een beetje glazeren. Ik weet niet wat de officiële term daarvoor is. Ik ben geen dokter. Hier worden paarden verkocht. You are freezing. Ja, nu heb ik het echt te koud voor woorden. Open Windhelm. Here we go. Ik denk dat hier wel een leerlooier is in Windhelm. Kijk, dit is de taverne. De taverne is gelijk aan het begin, dat is wel echt heel fijn. Je hebt hier een woodchopping blok, dus je kan extra hout maken als je wil.
Laten we doen. We maken eventjes wat extra hout. Dat we... Oh. Het is warm binnen de stadsmuren, dat is wel fijn. Komt waarschijnlijk ook door de kleding die ik draag. Als ik hier gewoon geen kleding had gedragen, had ik het waarschijnlijk erg koud. Of enkel armor. sorry. Ik ben een beetje aan het hoesten de laatste tijd. Niks ernstigs hoor, maak je geen zorgen. Ja, hier is een tanning rack. Hier liggen allemaal ingots. Die, nou ja, het zou toch gek zijn als die opeens weg waren natuurlijk, al die ingots. Dat is gek. Tanning rack. Heb ik leathers bij me? Neem ik maar. Ik wil even wat leathers. Ik hoef in ieder geval geen strips meer te maken de komende tijd. Ik kan dat oude wijf ook even de bek houden. Zo. Misk. Camping supplies, yes. Het weegt 9. 9 gewicht in totaal, maar dan heb je wel een portable camp bij je. Zeker de moeite waard. It's no secret the Aretino boy is doing some ritual trying to call the Dark Brotherhood. But who's going to stop him? Me? I'll have no part of that. Oké. Allemaal vlees. Allemaal voedsel. Leeks. Leeks heb ik nodig voor mijn soep. Leeks die zijn best zeldzaam om een of andere reden. Niemand weet waarom. Niemand weet waarom. Maar het is echt zo. Die steel ik. Want ik ben gewoon een pikkendief. Kleren en hoed. Allemaal zooi hier. Er is hier ook niemand op de markt, joh. Er liggen hier gewoon allemaal items en zo, maar er is hier verder niemand. Dat is een beetje raar. Beetje raar, hè? Potion of Haggling voor persoonlijk gebruik. Nice. Is het omdat het nog heel vroeg is? Het is 7 uur geweest. Nou ja, dat is nog vroeg op zich. Ja. Kerkhof, leuk. Be on the lookout. The butcher could be around any corner. Wat? After what happened to those other women, I'm worried about my own safety. The Hall of the Dead. Hier wel even naar binnen. Even koekeloeren. Even op ontdekkingstocht in Windhelm. Fantastisch. Ik kom hier niet zo vaak in Windhelm. Hallo, Hall of the Dead. Hallo? Hallo? Ik ga een mausoleum onder de stad. Hallo? Echo? Oh. Is hier überhaupt iemand? Hier is een Shrine of Arkay. Voor 100 gold kunnen we de Blessing of Arkay genieten. Laten we doen. Hoe lang duurt deze blessing? 100 goud, weet je, dat vinden we alweer terug. Oké, nog 7 uur. En is dat dan in-game uur? Of IRL uur? Dat is even de vraag, hè. Voor in-game uur is dat niet heel erg lang. Dan slaap ik zo waarschijnlijk per ongeluk weer af. Over slaap gesproken, hier hoort iemand te wezen, maar hier is niemand. Ik vind het allemaal heel verdacht allemaal. Ja, nou ja, we gaan weer naar buiten dan. Hier is verder niemand. Gewoon een leeg mausoleum. Ook geen opgebaarde lijken. Heel interessant allemaal. Wow. What's the magic? Go cast your fancy magic someplace else. What happened here? Another girl killed. This is Susanna from Candlehearth Hall. Served me a drink just a few nights ago, but I can't say I knew her. Another? This happened before? Susanna's the third. It's always the same. Young girl killed at night, body torn up. Are the murders being investigated? We're stretched thin as it is with the war. Nobody has the time to spend on this. Not pleasant, but it's the truth.
Could you use some help? If you want to help, ask some of these gawkers if they saw anything useful. I'm going to examine the body before the rats can get to it. I ask only for a charity. Hagrid. This is a shame. Did you see what happened? No, sorry. But I did notice that her coin purse was still intact, so whoever did this wasn't after gold. I'm going to keep preparing the body, if you'll excuse me. I find your wolfish grin unsettling. What is it? Always sad when someone has to die. Did you see what happened? Sorry. I thought I saw a fellow running away, but didn't get a good look at him. Will you spare a few coins to help someone who's got... Okay, a silver ring. Brood had ze. Nothing. Wijn. Need something? Oh man, al die krassen op haar lijf. Another one. Put that down. Terrible. Oh man, ze is echt toegetakeld. Don't suppose you'd enchant my sword. Dull old blade and barely cut butter. Holy this shit. This is a shame. Ja, vertel dat. Zeg dat. Always sad when someone... Another one. Yeah. Oh, gold piece. I heard a scream and came running, but she was already like this when I got here. Niemand weet ook wat hier. Report to the guard. Thanks. Just like always, nobody saw anything useful. The best. Let me help. Look, friend. You'll need to talk to your life, though. We can't just let anyone. If he's willing, then we'll talk. Okay. My job's simple enough. The dead don't really complain much. Talk to your life. Oké. Okay. Waar is your life? Dat is een goeie. Moeten deze quest even aanzetten dan maar, hè? De blood on the ice. Talk to your life. Ja, hou je mond. Wat is dit? Temple to Talos. Temple of Talos. Talos created the empire. You'd think they'd show him more. Respect. Ja. Dankjewel, Talos. Hallo. You know about Talos? To receive the blessing of Talos, you have only to pray at the altar. En 100 goud betalen dus. The Empire's elven puppet masters never cared much for the idea of a human becoming a divine. Skyrim doesn't take kindly to being told what to do. And to try and forget Talos, well, they may as well ordered us all to cut off our ears. Spannend. Like anyone, a crisis will push them towards devotion. I've been seeing a lot of the Shattershield since they lost their daughter. Hilevi Cruelsea comes in a lot, but I haven't seen her husband here in years. Ulfric prays for strength. I speak to Captain Lonelygale, but he doesn't spend much time here. Too busy. Tell me about Talos. Talos, who in life was known as Tiber Septim, united Tamriel and founded the Empire. He was rewarded for his deeds by being joined with the Divines in eternal glory. The only mortal to do so. We worship him that we might follow in his path. We can't literally join him in the heavens, but we may do our best to know them here on Nirn. Okay. Top. Blessings of Arcape. Ja, lekker. Food. Bread. Ik kan nieuwe vegetable soup maken. Ponyu. Niet veel, maar... Laten we er sowieso even eentje drinken. Zo. Ja, drink je soep of eet je soep? Dat is altijd de vraag, hè? Het antwoord weet ik niet, helaas. Anders had ik jullie kunnen bevrijden van dit vraagstuk. Oké, hier is een... A big old castle. Big old castle. Palace of the Kings. Olaf One Eye reigned in the first era. Okay. Subdued the foul dragon Numinex. Okay. So Olaf One Eye is hier in Windhelm geweest. Die heeft de draak Numinex doodgemaakt. Echt fijn. Dit is een leuk huis. Even spieken. Aretino. Zijn we hier niet al geweest? Ik heb het idee dat we hier al geweest zijn. Human flesh, human heart, nightshade. Kiss sweet mother.
Maud is the headmistress of Honor Hall Orphanage, but not for long. Assassinations don't come cheap, boy. I have a family heirloom you can have. Supposed to be sort of valuable. I hope that's all right. You sure about this? I've never been more sure about anything in my entire life. Someone like Broad doesn't deserve to live one more day. She's a monster. Okay. She got sick last winter when the snows came. And she never got better. Not all year. One night, she fell asleep and never woke up. So now I'm all alone, and the Jarl said I have to go into Honor Hall Orphanage. It's not fair! Nee, inderdaad. Please hurry. To be honest, I'm kind of lonely here. As much as I hated getting sent to Honor Hall, I really miss my friends there. Innocence Lost. Oh, die quest die hebben we al. Oh, ik dacht al. Okay. Hypothetical treachery. Potion of Healing neem ik graag mee, die ook. Ja, ik zou niet te veel meer looten, want dat kost natuurlijk heel veel tijd en ik ben al heel rijk. Dus ik hou het looten tot een minimum. Ik pak alleen de dingen waarvan ik weet van, hé, daar kan ik snel wat geld mee verdienen. En zoals sieraden, die zijn heel veel waard en die kun je ook enchanten, dan kun je ze beter maken. Dus dat soort dingen. Dat doe ik wel. Oké. Okay. Brunolf Freewinter. Nejarni. Oké. Okay. Go cast your fancy magic someplace else. Nou, stay out of trouble, Khajiit. Bedoeling om het hier te doen. Calixta House of Curiosities. Open Skyrim. Hallo, Sophie. Hi, mister. Would you like to buy some flowers? Please? Sure. Not much, but I hope you like them. Okay. Flower basket. Oké. Okay. Heeft ze 69 flower baskets. Man, man, man. Nou, weet je wat? Hier, iets met goedheid van mijn hart, alsjeblieft. Zo. Ik koop er wel een paar. Hier, anders dan koop jij voor mij... Hier, je hebt vast koud. Neem deze maar. Sure. Ik ga er geen winst op maken, maar... Where are your parents? They're dead. My mama died when I was little. I don't remember her very well. My father was a Stormcloak soldier. One day he left and didn't come back. I'm all alone. I try to sell flowers so I can buy food. It's not much, but what else can I do? Ja, zielig verhaal. Ik ga het niet adopteren. Stop by again. Sure. Ik heb al een kind thuis zitten in Whiterun. Dat helemaal niet slim is. My cousin's out fighting dragons, and what do I get? Guard duty. Oh, hier, de stad gaat hier gewoon verder, joh. I'd be out there fighting the Imperials right now if it wasn't for my war wound. Ja, tuurlijk. Be on the lookout. The butcher could be around any corner. Oké, okay. Shit. Ik zie dat je kwaad werd. Oké, okay, hier is ook iemands huis waar ik niet mag inbreken. With your help, we have a chance to make a better life for ourselves here. For that, I thank you. The New Gninnis Corner Club. Sure, even kijken. Hello, friend. Apparently some Nord women were murdered. Not sure why I should care. Why are there so many dark elves here? Where else would we be? When the Red Mountain burned, you could scarcely breathe in Morrowind, so we came west. Windhelm was the first city on that road, and here we are. If we had known the Nords would be so unwelcoming, we may have kept walking. How are the Dark Elves treated? Well, you see where we have to live. This forgotten alley. All the filth from the upper quarters flows downhill, like they say. Good luck getting one of the guards to help with anything. I tried to get Ulfric to even come down here to see the squalor, but the High Lord of His Mightiness couldn't find the time. There's been murders? None of that matters to me. Until someone takes a Dunmer, I'll let Windhelm deal with its own problems. Hmm.
If you need another drink, I'll be right here. I thought the Gray Quarter would be a haven for my kind. I was wrong. Ever think of moving to Morrowind? Not a day goes by that I don't think about returning to the ancestral home of my people. Still, even with the rough treatment we've had at the hands of Ulfric and his lot, I've got ties here. It's probably more trouble to pack up and leave than it is to stay. Besides, Amberis can't run the corner club on his own. What's the Grey Quarter? Windhelm is divided into four quarters. The Grey Quarter is the one that's home to all the city's dark elves. If it looks to you like an impoverished slum, that's because it is. Ulfric prefers that we live in squalor. He has nothing but disdain for anyone who isn't a Nord. He tolerates us, but that's the extent of his hospitality. It was a pleasure. Ja, mee eens. Ik ga even bij jullie boven kijken om te zien of ik hier wat dingen kan jatten. Imperial armor? Iemand heeft hier gewoon een volledige set Imperial shit. A game at dinner. Alchemy. Nice. Alchemy skin, skillbook. Waarom hebben ze hier een set Imperial armor liggen? Ze zijn geen Imperials, toch? Ze komen van Morrowind, maar... Is Morrowind... Is dat Imperial... Is dat Imperial gebied? Ik weet het niet eens. Oké, we gaan wat naar beneden. verdorie. Ik heb echt iets in mijn keel. Ba-ba-ba. Heb je nog iets interessants bij je? Nee, ik ga niet stelen. Kom op, we gaan weg. The Grey Quarter is not much to look at now, but it wasn't always so bad. Ah, here's a trading shop. Used Take wares. Take a good look around. I'm sure you'll find what you're looking for. If not, let me know. I might have it stored away. All my goods are legitimate, which is more than I can say for some. Nothing in here is stolen, nothing at all. Of course nothing in here is stolen. Only a careless, shameful, idiotic fetcher would do something as stupid as to buy pilfered goods. Oh, by Azura, I've made a terrible mistake. I bought a gold ring, and Viola Giordano has been missing a ring that looks just like it. I could return the ring for you. It's not that easy. She'd go to the Jarl if she knew I was even remotely involved. You have to get it to her some other way. Okay, with it in Look, a... it's dangerous. But if you sneak the ring into her house, put it in a dresser or something. I will make it worth your while. Okay. Dat kan ik. I've scraped this collection together by whatever means I could. I do some business with the trade caravans, and I've picked up a number of A few intrepid souls even brought some items back from Morvenskar, the fort southwest of the city. Okay, what you got for sale? And ends, that sort of thing. Even kijken of we iets aan hem kunnen verkopen, zoals de Ebony Dagger. Staff Ice Spikes hebben we niet nodig. Black Mage Robes, Glass Boots... Oké, die kunnen we nog net verkopen. 1 zilver tekort of 1 gold tekort. Nou, dat is prima. Heeft hij iets wat ons interesseert? We kunnen dresses meenemen voor onze dochter. Voor de rest niet echt heel interessante dingen. Beltone Fury, maar die ken ik waarschijnlijk al. Big Potatoes, nee. Potions, nee. The Peerless Squire. Extra light armor skill. Ja, niks interessants. Let's go. Don't let Viola catch you in her house. Nee hoor. Even kijken, heb je hier nog... Oh, je hebt hier een leuk tafeltje waar je niks mee doet. Oké. Sneak that ring back to Viola before we both get caught. Sure, let's go. dat zal ook een quest zijn, hè? Misk, ja, Plant Viola's Gold Ring. Oké. Is dat hier ergens in de buurt? Local map. Geen idee. Ja, wel. Voorbij de Hall of the Dead nog. Oké, dat is achterin. Achterin Windhelm.
Oh, hier stond het kind met haar bloemen. Empty barrels overal. Niet zo empty als dat ik dacht. Salt pile, graag. Potato, tomato. Geen leeks. Niemand heeft ooit leeks in dit spel. Zeldzaamste groente die er is. The House of Curiosities. Daar hoeven we niet heen. Ja, we zijn hongerig. We zijn een beetje drained. Dus we verliezen af en toe wat magica. Nou, we gaan voorbij de Hall of the Dead. We moeten hier ergens zijn voor het huis van haar. Watch the skies, traveler. If you've got some time, stop by my House of Curiosities. I promise you'll see. Kom op, dame. Je hebt allemaal nare plekken. Allemaal nare plekken hier. Susanna the Wicked. Nou, Wicked was ze zeker. Nightshades groeien hier op elk graf. Dat is ook wel een leuk detail natuurlijk. Oké, we hebben hier dan dit huis. Ja. Een master lock. We gaan eens even kijken of ons dat lukt. Oké. Okay. Ik vond hem denk ik. Ik was in de buurt. Hier ergens. Oké, iets opzij nog. Niet helemaal. Oké. Got it. We're in. Viola's gold ring. Oké, top. Plant bij deze. Dat is wel mooi, hè, met die zonnestralen zo uit, uit die ramen. Ik vind het er echt mooi uitzien. Oké. Open Windhelm. Wij zijn hier nooit geweest. Nog meer bloedsporen overal. Jesus. Ja, oké. Voor die Blood on the Ice quest hebben we hier ook een master lock. We hebben deze gevonden door het bloedspoor te volgen. Dat de guards dat niet hebben gedaan, joh. Dat is toch het eerste waar je aan denkt. Oké, we moeten verder zijn dan dit, denk ik. Ik denk dat we hier ergens moeten zijn. Perfect. Lockpicking increased. Pushed against the wall recently. Beware the butcher. Beware the butcher. Books. Swimming Leaf found a good source of bone, flesh and blood. But thus far a good sampling of sinew and marrow have escaped me. No matter, the city is swollen with contemptuous fools who will be missed by nobody. Last night was almost able to corner Susanna as she left Candlehearth. Idiot guard showed up just the wrong moment and I had to turn about. Just out for a stroll and so forth. There will be other chances. The time is drawing near. I think back to my time in Winterhold. All the wasted mines up in the towers. They only explore the magic they already know. I'm discovering new magic here, something deeper than the cantrip shenanigans of fire and light. This flesh magic is older than us, perhaps older than the world itself.
I'm tugging at the corners of the fabric of the universe, and where it bunches and folds is where I shall create my greatest triumph. One more attempt at the Candle Hearth girl. She's proving a bit too cautious, but those strong joints of hers should contain the most exquisite tendons worth the effort tonight. Okay. Investigate mead. Oké, er ligt dus drank op de grond. Het lijkt erop alsof dat van een vorige bewoner is, want er ligt... hoe zeg je dat? Er ligt stof op. Nou, bovendien valt het dus op dat hier voor de rest helemaal geen meubels staan. Dat is wel een dingetje. Nailed to the wall for some reason. Ah. That's a good reason. Investigate small shelf. Oké, okay, nog heel veel Beware the Butcher flyers. Oh, ik vond daar iets, een amulet of zo. Wacht eens even, apparel. Strange amulet, ja. Kan dragen ook. Een rare doodskop amulet, ja. Oké, okay, het stikt hier van de dudes. Investigate altar. The Butcher Journal 2. Oké, okay, het lijkt op een boodschappenlijstje. Translation from Altmer text is interpreted by Elliot's. First transcribed by Altmer. Okay, en dan het woordje soon, halfwege een pagina. Neem maar mee. Embalming tools, linen wraps, nog weer rare tools, jongens. Ligt wat mead overal, oké. Okay. Ja, maar gauw de deur dicht inderdaad. Echt, alle meubels die zijn weggehaald, dit vind ik echt een creepy plek, gewoon open ruimtes. Gewoon open ruimtes overal, joh. Kun ik het huis ook kopen? bed and chairs. Chairs stacked on the bed in an odd fashion. Ja, mee eens. Dat zie ik ook wel. Ik kan hier verder niks mee. Het is gewoon zo. Het is een feit. Een gemeend feit, ja. Ik weet niet wat ik hier allemaal moet en kan hoor. Echt allemaal debris op de grond. Pots and pans. Haven't been used for ages. Nothing but skeever droppings and cobwebs. Oké. Okay. Nee, ik heb denk ik genoeg bewijs. Denk ik genoeg bewijs hier. Er is gewoon niks anders dan dit. Dit is het. Oh, ik zou dolgraag hier een nachtje willen slapen. Goed, we gaan naar buiten. Journal. Talk to your leaf. Follow up on the clues from Yermin. Ja. We moeten met hoe heet ze ook weer? Met Viola moeten we praten. Go cast your fancy magic someplace else. Have you ever lost anyone close? My father says we need to just get on with our lives. Like it's that easy. I used to be an adventurer like you. Then I took an arrow in the knee. You know what this amulet is? I've never seen anything like it. I would take this to Kalix. Might even give you a bit of gold for it. Top, dankjewel. Have you been talking to Viola Giordano? She posts us all over the city. Ask her about it if you want an earful. What can I do for you?
Need something? Nee, liever niet. Oké, waar loopt dit op uit? Oh ja, hier zo. It's so good to see you again. Hier. Oh, thank you. Divines bless your kind heart. My heart goes out to Clan Shattershield. Mooi. Palace of Kings. Holgraf won't give us a straight answer. I mostly deal with petty thievery and dragon brawls. He'll come around. Been too long since we've had a good battle. Tijd om even wat drinken te bakken, want ik heb het idee dat het wel lang kan duren. Ja, eens even kijken. Zo. Excuus, ik moest eventjes wat vragen aan mijn lieve vrouw. The Empire is putting a great deal of pressure on Whiterun. And what would you have me do? If he's not with us, he's against us. He knows that. They all know that. How long are you going to wait? You think I need to send Borgruff a stronger message? If by message you mean shoving a sword through his gullet. Taking his city and leaving him in disgrace would make a more powerful statement, don't you think? So we're ready to start this war in earnest then? Soon. I still say you should take them all out like you did Dead King Torig. Torig was merely a message to the other Jarls. Whoever we replace them with will need the support of our armies. We're ready when you are. Things hinge on Whiterun. If we can take the city without bloodshed, all the better. But if not... The people are behind you. Many, I fear, still need convincing. Then let them die with their false kings. We've been soldiers a long time. We know the price of freedom. But people are still weighing things in their hearts. What's left of Skyrim to wager? They have families to... How many of their sons and daughters follow your banner? We are their families. Well, oh, sorry, stuck in the way. Tell me, Galmar, why do you fight for me? I'd follow you into the depths of oblivion. You know that. Yes, but why do you fight? If not for me, what then? I'll die before elves dictate the fates of men. Are we not one in this? I fight for the men I've held in my arms, dying on foreign soil. I fight for their wives and children whose names I heard whispered in their last breath. I fight for we few who did come home, only to find our country full of strangers wearing familiar faces. I fight for my people, impoverished to pay the debts of an empire too weak to rule them, yet brands them criminals for wanting to rule themselves. I fight so that all the fighting I've already done hasn't been for nothing. I fight because I must. Your words give voice to what we all feel, Ulfric. And that's why you will be High King. But the day words are enough will be the day when soldiers like us are no longer needed.
I would gladly retire from the world, were such a day to dawn. Aye, but in the meantime, we have a war to plan. I'm not sure you belong here, friend. I'm not sure you belong here. Only the foolish or the courageous approach a Jarl without summons. Do I know you? I believe we've already met. Is that so? Yes. You were with us at Helgen. Destined for the chopping block, if I'm not mistaken. I helped Ryloth escape. He said he'd vouch for me. Ryloth's alive. I hope that's true. He's a damn good man, but he hasn't returned yet. So I'll need to wait for his account. For now, speak with Galmar. I'm always looking for able fighters. Not everyone can say they made it out of Helgen. Seems we're all branded villains these days. So long as your criminal past stays in the past, and you fight for me with honor and integrity, we'll welcome you into our ranks. Hey, ik weet niet of ik voor jullie wil vechten überhaupt. But in the meantime, we have a war to plan. Ja, dat zei je net ook al. Hallo, wie ben jij? Yorlif. Stormcloaks are finding victory across the land. I've heard about these murders. These are difficult times indeed, when men stalk their brethren like beasts. My men are stretched thin as it is. If you offer your aid, I gladly accept. The guards will be told to assist you as necessary. I'm happy to lend a hand as much as I can as well. Okay. I'm not much of a strategist, but Lord Ulfric listens to my counsel all the same. For Ulfric? Well, nothing official. Known him for years. He seems to value my thoughts, and I'm grateful for that. I don't really have a mind for war, and I think he likes having an untrained opinion from time to time. Can you tell me about Windhelm? Grew up here. Old as Atmora, but that just grows the beard thicker. Lot of history in these walls. We're trying to make some more. It's a lucky time to be alive. I've never seen anything like it. I would take this to Calixto at the House of Curiosities. Might even give you a bit of gold for it. Top. Okay, talk to Yorlif, maar ja, dat hebben we al gedaan en nu is het weer bugged, zeg maar. Palace of Kings upstairs, Windhelm Barracks. Is that wise, sir? It will work if we can pull around some men from the south. Ah, hello. Of course. Tifnar. I do the cooking and cleaning around the palace. Ah, okay, top. Mooi. Have you any leaks? Oh, I have the ain leak. You're not a thief trying to rob me, right? Natuurlijk niet. Kom je erbij? Don't need to pay me no mind. I'm the least important person in here. Opsa. Een leak gestolen van de Jarl. Fantastisch. Wie ben jij? Keep your eyes open. Oké. Okay. Until next time. Nou, dan laten we het erbij, jongens. Want, Helgen, hè? Ulfric told us quite the story. If you made it through all that, you're likely worth something to me. Ah, but first, tell me, why does a cat want to fight for Skyrim? Skyrim is home to more than just Norse. Fair enough. But are you willing to die for your home? Watch yourself out there. Ja, ik ga niet met hem praten, want ik wil niet een keuze maken in de Civil War. Althans, nog niet. Is hij niet ergens een wizard? Een court wizard? Ik was even aan het kijken of ik misschien nog spells kon leren van iemand, maar... Volgens mij is hij geen wizard, hè? Nee. Jarl Ulfric heeft geen court wizard nodig. Dat is prima. Ja, misschien in de barracks, misschien upstairs. Ja, wie weet. Palace of King upstairs, we kunnen even kijken. Wie weet is dit hetgeen wat we zoeken.
Open door. Hier is een ruimte, maar niks interessants. Hallo? Wonder what it's like for the Talmor now that they've been taken down a notch. There was een stille hint van die guard. Gotta keep my eyes open. Damn dragons could swoop down at any time. We hebben hier allemaal kamers met twee bedden. Don't think you can barter with me like one of those damned shopkeepers. Ja, ook een barak. Vier bedden op elkaar. Jesus, oké. Palace of Kings. Oh, hier is de court wizard. Hallo. Whatever you've heard I can do is probably true. Training in destruction magic. Mind what or who you practice this on. Oh, heeft een unusual gem. Hey, hands off! Strength and steel are well by the order of the Jarl. Stop right there. True smart man. Oké. Okay. We moesten stolen goods afgeven. Is dat inclusief die Stone of Baron Zai of Strange Stone? Die we hebben gevonden? Unusual gem. Nee, die hebben we nog. Oké, okay, top. Okay, dus die mochten we niet pakken, blijkbaar. Dan gaan we toch weer terug. Weet je dat de gestolen items afgenomen zijn? Nee, ja. Jammer dan. Oké, okay. We gaan door. Eén stuk. We gaan terug naar deze meneer. Die heeft dus... oh, hier giant toes, de hele mikmak. Niks wat ik kan disenchanten, oké. Okay. No problemo, wat heb je te koop? Spells and incantations. For those with the talent to cast them. Oké. Interessant, maar niet interessant genoeg echt. Cooked beef, ja, yeah, sure. Kan ik wat dingen aan jou verkopen? Vast. Silver ring, sure. Potions, healing, ultimate stamina, conjure familiar, frost atronach. Ingredients heb ik nodig. Oké, okay, beware the butcher, nee. Oké. Okay. Old ways. Oh shit, die wou ik eigenlijk niet verkopen, de old ways. Die wil ik houden. Nou, geld weggegooid, jammer dan. Misk, heb ik hier nog iets? Candlestick wil ik verkopen. Ik heb nog echt dragon bones en shit bij me. Ik weet echt niet waarom. Oké. Okay. Strong sword arm wins battles, but a keen mind wins wars. Sure. Geef je 100% gelijk. Hey, watch it. Hey, watch it. We gaan de kant dan. Fijn om te weten dat hier toch nog guards... een wizard zit. Kunnen we daar mooi gebruik van maken. Die twee zijn nog steeds aan het ruzien. Got to keep my eyes open. Damn dragons could swoop down at any time. Een paar dingen die we hier kunnen zien nog doen. Investigate the crime scene. Waar heb ik haar neergelegd dan? Hier ergens toch? Haar lichaam is al weggehaald. De quest heeft nu zeg maar twee progressies. Beetje raar. Maar het werkt. I made my fortune as a sea captain, but now I'm... Kendlath Hall. There's no glory in war. It's just something they tell soldiers so they'll risk their lives. If you've got some time, stop by m- Let me see. Ah, yes. This is the Wheelstone. It's an heirloom symbol of the power of Windhelm. Traditionally, it's carried by the court mage. I would be interested in acquiring it, if you're willing to part with it, that is. For a piece like that, I could pay 500 gold? Shouldn't the court mage have it? Wurnfurth? Bah, it's purely ceremonial, and he has no use for it. Besides, I wouldn't want to be the one to give it to him. Gives me the creeps. They say he dabbles in necromancy. I think I'll hold on to it. Suit yourself. It's only of value to collectors, though. Good luck finding anyone else who will appraise that. Yay, necromancy.
Ik ga hem niet aan hem verkopen. Pleasant chat. Until the next. Ik ga hem niet aan hem verkopen. Be on the lookout. Can you tell me? I've been following him for months now. Well, not actually following. Trying to find him. The guards won't help. The people won't help. I'm the only one who thinks he can be caught. We drink to our youth, to the days come and gone. For the age of oppression is now nearly gone. I found this journal in the crow's lair. Huh? We'll drive out the empire. What's it say? Sounds like the court mage has been experimenting. Wounferth. There have been rumors swirling about him for years. As long as I can remember. But he's a dangerous man. That's why they call him the Unliving. I wouldn't approach him directly. This information needs to go straight to the steward. He'll listen to you. Okay, talk to your leaf. Fair. Zullen we dat amulet even afdoen? In plaats van, we hebben nu dat amulet om. Ik moet het amulet wel even af. Ik wil niet dat mensen mij gaan aanzien voor een necro. Ik moet hier ook nog naartoe, hè? Ja. Hier is een bloemenmeisje ergens. Nee, die is alweer weg. Oké. Mind yourself. I'm a sailor on the North Wind. We're laying over in Windhelm for a while. It's good to spend some time on solid land. There. Take a good look around. I'm sure you'll find. Have you taken care of that? Thank you, thank you. Azura's prophecy always guides you to fortune. Speaking of fortune, here. Everything I earned from my last shipment, it's yours. 1200 gold. Do come again. Jesus. Okay, that's een flink bedrag. Erg flink zelfs. Oh, mijn gestolen leaks. Die zijn natuurlijk nu ook weer... What the fuck? Wat heb jij haast dan? Come see me. I'm a dark elf and I live in... You must be new around here. Or you'd know they don't let my kind live anywhere outside that slum. Doei. Take care, friend. Ja, met zo'n attitude snap ik wel waarom ze je in een afgesloten afdeling stoppen, zeg maar. I don't know what to do. Oh, you're so very sad. Oh my god. We kunnen hier niks meer researchen. Nee, het is al gedaan. We hebben de quest in de verkeerde volgorde gedaan. We hebben iets gezien wat we nooit hadden mogen zien. We gaan terug naar dingetje. Jorn Leaf, weet ik veel hoe die heet. Life. Algriff won't give us a straight answer. He's a true Nord. He'll come around. Don't be so sure of that. I'm not much of a strategist. Believe the killer is Wounferth the Unliving. That's quite an accusation. I assume you have proof. And what would you have me do? Evidence of necromancy and found his amulet. I don't want to believe it. Wounferth has been a trusted friend to Ulfric for many years. It pains me to see that the whispers had truth to them. Wounferth shall be apprehended. I thank you for your diligence in getting to the bottom of this matter. The streets of Windhelm are now safe. Taking his city and leaving him in disgrace would make a more powerful statement, don't you think? Ik ga hem volgen. Ik wil even zien of er daadwerkelijk iets gebeurt. Soon. I still say you should take them all out like you did dead King Torig. Torig was merely a message to the other. Okay, door naar de barracks. You're coming with me. We're finally going to arrest the butcher. Yes, sir. Twee mensen met exact dezelfde stem. Ook hij kwam hier alleen heen om een guard op te halen. Algriff won't give us a straight answer. He's a true Nord. He'll come around. Okay, ben benieuwd. Er gaat daadwerkelijk iets gebeuren, dat is wel gaaf. Is that fur coming out of your ears? Ja, ik ben een Khajiit, dus dat is inderdaad fur. Coming out of my ears, ja. Gaan we heen? Hier naartoe. You like me, eh? Don't fancy those clunky two-handed weapons. Under the arrest,
for the murder of Susanna of Candlehearth Hall, and Frigga Shattershield, and all the rest. We are wise to your scheming, you coward. Has the whole city lost their brains? I've been scrying and auguring to find the murderer myself! Make your excuses from the bloodworks, wizard. Get him out of my sight. Yes, sir. I'm sorry, sir, but you'll have to come with me. This isn't over, Yorleif! Okay. Intéressant. Solution of lasting potency. A Viagra potion. Okay, okay. Ethereum Wars. Geef je een quest volgens mij. The Ruins of Arcanthasm. Hands to your... Hey, watch it! Hey, watch it. Van de kant dan, dikke. Go to thinking. Okay. De court wizard. They all know that. How long? Ik wil praten met de court wizard. Ik wil even kijken of hij wat interessants te zeggen heeft hierop. Person is busy. Oké. Level 90 illusion alweer. Ik ga zeker niet op een van deze bergen gaan slapen. Nee, niet. Ga je niet doen. Those warriors from Hammerfell? They've got curved swords. Curved swords. Curved swords. Alsof dat het raarste is wat ze ooit gezien hebben. What do you want, cat? Evidence chest. Oh, daar zit mijn gestolen spul in. Ja, ik moet zo gaan slapen, want mijn... hoe zeg je dat? Mijn Magicka regen is echt dramatisch nu. Ik ben erg moe. In-game, niet in het echt hoor. My heart goes out to Clan Shattershield. Kin murdered, family Warhammer stolen. There is no fairness in all that. Oh, dat ziet er wel uit als een gezellig plekje. Fiddling with any locks around here, we're going to have a real problem. Alle deuren zijn... Oh nee, sommige zijn adept of master. In you go. Ik vind het leuk dat als je dus na zo'n quest hier zou blijven rondlopen, zeg maar. Hè, dan gebeurt er nog steeds iets. Let me guess. Someone stole your sweet roll. Whatever you've heard I can do is probably true. Mind what or who. Hij kan mij dus nog wel trainen hier door de bars. Dus dat is wel geinig. Ja, niet dat we destruction gaan gebruiken verder, maar. Strength and steel are well. What is it, Khajiit? Magic is the true power in this world. Oké, okay, dus we hebben hem nu laten arresteren. Dus dat is goed. Even kijken. Hier moet evidence in zitten. Dingen die wij hebben. Oh ja, hier. Iron ingots. Iron ores. Leaks, jawel. En steel ingots. Oh, mooi man. De arrows en de haggling potion vind ik niet zo interessant. Maar we hebben in ieder geval onze leaks weer terug. Dus we kunnen weer soep maken. Yes! Nou, ik ben nog nooit zo blij geweest met selderij. He's a true Nord. He'll come around. Staying safe, I hope. Yes, sir. We've intercepted couriers from Solid. Okay, ik moet eigenlijk eventjes een kookvuur vinden. En heel gauw deze eventjes omzetten in... The air is frigid. Oké. Okay. Is er een kookvuur in de Candlehearth? Dat zal wel, toch? De vraag is of we erbij kunnen. Dat is een tweede misschien, maar...
I own Hollyfrost Farm outside the Cruel Seas, have been sailors for generations. If it's a mercenary you're looking for, you found him. There's no stronger sword arm for hire. I still can't believe Isabella's gone. Best not to walk the roads. She was such a help. The townsfolk call me captain because I used to be a sailor. Folk are talking about murders. Terrible shame that. Seems we have a killer on the loose here in Windhelm. He's claimed three victims that I know of. All lovely ladies, too. Let's hope the guards find that demon soon and introduce him to the headman's axe. Okay. Fair winds and calm seas. Truett, need something? Well, can I make a request? Sure. What can I do for you? Can you take a break? Sure. My voice could use a rest. Ik vind het zo mooi. Je kan gewoon een verzoekje bij ze vragen. Van, oh, kun je eventjes gewoon, ja, weet je wel, ophouden met spelen? Apple pie. Dat is wel lekker altijd. Frost salts. En normale salts. Venison. Wine. Carrots. Cabbage. Wederom geen leeks. Leeks zijn echt super zeldzaam. Maar we hebben wel een kookvuur, dus we gaan even. Hallo, Captain! Can you spare a moment? I heard something the other day I wanted to share with you. What did you hear? It was an old Nord proverb. Soup. It said, nice. The best way to get over the loss of a lover is to find a new one. I didn't lose a lover, Viola. I lost my wife. It's not the same thing. Well, if it works in the one case, why not the other? Don't you want to at least give it a try? No, I really don't. It'll be a while before I'm ready for that. I'll be on my way now. Oh, arme kapitein. Okay, beef stew. Beef stew is ook heel goed. Die doet ook stamina. Ja, ik moet even kijken wat nou echt een goede, maar ook makkelijke food is om te maken. Het liefst dus wel 380 points of hunger. Dat is volgens mij het maximum wat je kan doen. Cabbage potato soup. Dat is potato, salt pile, leek en cabbage. Ja, leek wil het dus liever niet. Cabbage soup is gewoon zout en cabbage. Die doet enkel... die doet geen regens. Zoals bijvoorbeeld apple cabbage stew. Of beef stew. Clam chowder, moi. Cooked beef, moi. Kost ik weer zout elke keer. Dat is wel heel makkelijk. Is gewoon, dit is health, alsjeblieft. Boar meat. Elsewhere fondue. Hader cheese wheel. Moon sugar en ale. Horker loaf, horker stew. Tomato, garlic en horker meat en lavender. Ja, daar gaan we al. Ash yam, garlic en horker meat. Horse haunch. Hot apple cabbage stew. I've been looking for you everywhere. And now you found me. Can I help you? Al die hot dingen is niet zo heel interessant. Potatoes and fire salt. Potato soup is dus ook een dingetje. Oh, I see. Is it still too soon? Yes, I think that must be it. My wife hasn't been gone that long after all. Ask me again on another day. I'm sorry to be such a bother. We'll talk another time. Potatoes and salt piles. Ja, dat is ook een hele makkelijke. Potatoes vind je overal. Cabbage vind je ook overal. Maar zout iets minder. Nog steeds wel op veel plekken. Even zien. Ja, het makkelijkste, een van de betere dingen die je kan doen, die kosten dus leeks. Dan krijg je hier restore points of stamina, heel erg lang achter elkaar, en restore points of health. Dus deze geeft je health regen en stamina regen. Dat is wel echt heel goed. En cabbage, potatoes en tomatoes, die vind je overal, maar leeks vind je dus bijna nergens. Even zien, ik ben gewoon op zoek naar iets wat dus ook een beetje regen doet. Hot venison stew dus. Ja. Weet je, misschien moet ik ook hoe zeg je dat? Misschien moet ik ook gewoon zeggen van... Hier, apple cabbage stew. Dat kun je natuurlijk ook gewoon prima doen. Red apples en cabbage.
En zout. Dat valt ook best wel mee. Beef stew. Ja. Weet je, als het... Het doet verder geen regen en daar baal ik een beetje van. Want het kan heel goed zijn dat je zeg maar net niet topt. En in plaats van dat je dan een tweede item eet, dat je dan gewoon even door eet. Weet je, ik hou die vegetable soup gewoon aan. Kan mij het schelen. Dus leeks. Oké, we moeten leeks vinden. En weet je, we gaan ze wel vinden. Komt helemaal goed. Food. We gaan een apple pie opeten, zo. Je vindt ook genoeg eten gewoon overal, hè? Now more than ever. The world needs tales Captain, of heroism. Captain, got some fresh baked bread. Did you see the candle? It was lit 163 years ago, back when this building was... When word came that he'd fallen, his son, Durok, lit the candle in his honor. Nobody knows. Sure thing. It's your... Still, I'll show you to your room. Lord Nilsson has been wrecked since his sister... Ja, ik geef een paar uurtjes slapen. And don't break nothing. Ik was niet van plan. Name's Nils. I'm the cook up at Candlehearth Hall. Okay, top. Meneer de kok. I still can't believe Isabella's gone. She was such a helpful young lass. The townsfolk call me captain because I used to be a sailor. Oh, dit zijn grilled leeks. Ik was al bijna heel blij. Maar grilled leeks zijn anders. Jammer. Oké, we gaan weer. Ja, laten we gaan naar die House of Curiosities. Calixto's House of Curiosities. Waarom is dat dicht? Het is alweer dag. Waarom heb je alle deuren dicht? Nee, meneer Freewinter heeft het ook, maar je hebt een master lock. Ik vertrouw er niks van. We gaan eens even kijken of we hem kunnen openpeuteren. Ik heb niet heel veel lockpicks meer, dus ik heb even gequicksaved. Mocht het misgaan, dan kunnen we in ieder geval even een stukje terug. Hebbes. Oké, hij slaapt nog. Laten we hem niet al te veel lastigvallen. Maar er liggen hier wel... Oh, hier Giant's Toes. Die neem ik me al te graag mee. Soul Gems, ja. Iron Ingots, sure. The Book of Fate. Blanco pagina's, Book of Fate. Clever. Als in, we have to write our own fate. Slaughterfish eggs, sure. Scales, sure. Charis eggs. Mammoth cheese bowl. Lekker man. Okay. Goblet. Cup. Dat was hem. Rust salts. Ik heb een embalming tool. Nightingales, fact or fiction. Oké. Ik zal wel eerlijk met je zijn. Ik vind het vreemd dat er hier allemaal items liggen. Maar sowieso je keys stelen. Pickpocket! We've got a pickpocket! I didn't think you had the stomach for it. Ik schrok me dood. Oké, sowieso de amethyst en de key en de gold. Silver ruby ring, necklace, sweet roll. Dat is allemaal niet zo van toepassing. Voor mij. Er liggen alleen maar schoenen. Hij heeft ook geen dagboek of zo, hè, waarmee ik hem kan incrimineren. Maar ik vertrouw deze gabber voor geen meter. Oké, wacht.
Okay, ik ga hem even voorlezen, want ik vind dus in zijn huis ook een butcher's journal. Soon enough, my sweet Lucilla, you will be with me again. Normally when such words are written, it is because the love left behind is soon to depart. But in my case, I hope to soon bring your spirit back to my world. For it was you who loved this world so much, not I. I continue to collect your new form from the ragged bits around Windhelm. If they only knew what destiny would soon grace their bodies, with your spirit imbuing them with higher purpose, they would surely thank me for the great gift I give them. I reserve for them a place of beauty alongside your heart. The days draw near. Soon I will hold you, and I will show you that this will be as delivering a long-forgotten letter to a weary traveler. Love always, Calixto. That is quite incriminating. Animal embalming tools and linen wraps. Oh boy. Ik kan hem nu ook gewoon doden, hè? Ik kan nu gewoon zeggen van, dude, ik maak je dood. Dat kan ik. Kan ik eerst met hem praten? You're not supposed to be in here. Nee, klopt. You're not supposed to be in here. You're not supposed to be here. You're not supposed to be in here. Oh, no, you don't. Oh, hallo. Wat doe je? Verdorie. Hij kan niet dood? You're not supposed to be in here. Your last warning. Leave now. Nee. Was ik niet van plan eigenlijk, maar. Ik kan even kijken wat er gebeurt op quick load. Maar. Ja, quick load maar even. Ik ga niet een guard doodmaken als het niet hoeft. Daarom wou hij zo graag het amulet hebben natuurlijk. Dit amulet doet iets. Dit amulet doet iets voor hem. Maar ik heb geen idee wat. Maar dat helpt hem ergens mee. Kun je ook onder het huis blijkbaar, maar niet te veel. Ja. We hebben hier een pijltje staan. Ik weet even niet waarvoor, maar. Name's Nils. I'm the cook of Candlehouse Hall. Ah, fantastisch. My father says we need to just get on with our lives. Like it's that easy. If you see anything you like, just let me know. It is that easy, yeah. Okay, er staat hier een pijl, maar ik weet even niet hoe ik daar kom. Maar. Got to keep my eyes open. Damn dragons could swoop down at any time. Oké. Hier is het een en ander opgeruimd. Niet genoeg, niet te veel, maar. Oh, ging ik nou zweven? Ook interessant. Zag je dat? Ik ging even door de muur. Dit ging niet. Ik ben altijd wel benieuwd of er nog glitches van heel vroeger in het spel zitten natuurlijk, maar hier niet het geval. Oké, ja, hier liggen delen van haar liefstallige vrouw, van zijn liefstallige vrouw nog overal.
Bread. Cooked beef, eet ook maar op. Ja, well fed. Fantastisch. Oké. Ik kan hier nu slapen. Dat is interessant. Misschien niet interessant genoeg, maar het is wel, interessant. Deze kamer is ook geleegd nu. Oké, ik moet weer eens even gaan praten met Kleine Cruelcy, de overburen. Nee, ik ga weer even praten met de meneer. De weledele heer. Trouble? Balgriff won't give us a straight answer. He's a true Nord. He'll come around. The Stormcloaks are finding victory across the We've land. We've intercepted couriers from Solitude. Travel safe. The Empire's putting Stage a great yourself. Deal of pressure on White. Oké, ik ga het heel eventjes opzoeken, want ik vind het echt super duper interessant. Maar ik wil even kijken of er misschien een andere optie was geweest. Om deze... We hebben dit nu zo gedaan, hè? Dus laten we wel wezen. Even zien hoor. Blood in the Ice Skyrim. Eens eventjes kijken. Appraising the strange amulet. Even kijken. Eens even kijken. Okay. Wij zijn nog niet klaar met deze quest. Oké. Ik heb geen spoilers doorgelezen. Maar dit is wel heel interessant. Oh, hallo, dat is... Zo. I'm telling you, I heard it. Howling. We gaan even praten met onze lieve... Want we hebben net geprobeerd met hem te praten, maar er gebeurde niet zoveel. Whatever you've heard I can do is probably true. Ik kan deze niet gewoon openmaken. Tuurlijk kan dat. Ik was het niet. You should unload some of that unwanted gear. Well and good, head over to Sardry's used wares. If Ulfric needs a favor, he has it. Anyone else better? Gold pay emerald. Well for the service. A strong sword arm. We kunnen niet met hem praten. What's the hurry? Nou, volgens de walkthrough wel, maar ik denk dat misschien moet er wat tijd voorbij zijn. Misschien moeten we eerst ergens anders naartoe. Alles is goed. Alles good and well. He's a true Nord. He'll come around. He'll come around. Don't be so. Stay away. Ja, we gaan weg. Ik heb hier genoeg gezien. It's so good to see you again.
Okay, dus het is of muffle of invisibility. Maar muffle blijft langer en invisibility niet. Invisibility is echt voor het ontsnappen aan een situatie. Voor de rest heb je er niet heel veel aan. Oké, wij gaan naar Whiterun. Daar wouden we al heen. Dan zijn we even thuis. Kunnen we even onze dingen opbergen. Dat is wel fijn. En misschien gaan we ook wel eventjes naar een nabijgelegen mijn. Waar ik toevallig weet dat de Transmutation spel ligt. Oh, pardon me. Was I in your way? Nee, absoluut niet. Need a ride? Hire your carriage. Valkreath kan mooi zijn. Ja, weet je wat? Valkreath zou inderdaad mooi zijn. Kunnen we een kar voor ons huis neerzetten? Windhelm idem dito, maar... of nee, Winterhold. Nee, Whiterun. Dat is wel de Whiterun. Snow never bothered him anyway. Sorry. Dat kwam er zomaar uit. Drained, chilly, hungry. Hier is een paard. Niemand weet nog steeds van wie die is. Dus blijkbaar niet van mij. Dit paard keert elke keer terug naar de laatste plek waar we geteleport zijn. Dus dat is wel een beetje raar. I'd be a lot warm. Kiek een beer. The weather is colder at night than during the day. Wow. What do you need? Nix. I need you to hold your mond. Ja. Papa, papa. Komt ze weer hoor, let maar op. Papa, you're back. Hey, I got you something. Hope you like it. Silver necklace. Ah, ik voel me gelijk warmer en meer comfortabel. Alright. Even dingen wegdoen. Ik heb camp supplies, dat is fijn. Dragon bones, dragon scales, garnet, flawless dinges, iron ingots, iron ores, leathers. Paar lockpicks, ruby, sapphire, steel. Whoa. Zo, fantastisch. Stupid dog. And ingredients. Me. Plop, 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 plop. Zo, hopsa. Allemaal ingredients. Oké. Heb je nog wat dingen? Books. Bounty. Butcher Journal. 1, 2, 3. Assassin Note. Old Ways. Oké, die gaan allemaal op de plank. Books. Die. Hopsa. Braith is a big meanie. She keeps telling lies. Oh, come on, just a few more minutes. Well, you're the best. Right. Thanks. Yeah, I know. Huh? Huh? Aan de kant dan. Dit huis is wel echt te klein voor ons allemaal. Dus als we een groter huis hebben, dat zou helemaal niet zo verkeerd zijn. Ja, sleep. Want het is 8 p.m. en er gebeurt hier niks, dus we gaan 12 uur slapen. Ik denk dat we inderdaad eventjes naar die mine gaan. Huh? Lead the way. I've got your back.
How can I serve you, my thing? Heb je dingen bij je? Glass bow, ebony warhammer, dwarven helmet. Hey, je hebt van alles bij je. Waarom draag je dat niet? Ebony warhammer wel. Daar ben ik wel blij mee dat je dat draagt. Oké, de reden dat ik je meevraag... is omdat we heel veel gaan halen. Heel veel spul gaan dragen. En daar mag je zeker bij helpen. Wij wegen momenteel best wat. Komt dat? Stranger amulet? Nee, die wil ik houden. Ga ik dus absoluut niet aan een meneertje verkopen. Ik heb wat scrolls die ik kwijt kan. Hallo? You're someone who... Take a look. Verkoop graag. De woodcutter's axe. Ja, weet je. Waarom zou ik de woodcutter's axe bij me dragen? Voor die paar keer dat ik ooit hout nodig heb. Silver necklace, please. Please do. Misk. Nee, dat is allemaal goed zo. Scrolls. Zij wil mijn scrolls niet kopen, is dat het? Ah, dus zij wil nog steeds alleen maar kopen wat van toepassing is. Mijn zilver ding, die had ze wel gekocht. Of zijn deze stolen? Ah, deze zijn allemaal stolen. Ha. Eindje. We gaan naar een plek. Waar we nog niet eerder geweest zijn, volgens mij. Halted Stream. Halted Stream is sowieso... Oh kijk, daar is zo een full dwarven armor. Halted Stream is sowieso een mooie plek. Met heel veel ijzer. Steel horse. Sure. Je hebt niet gezien dat ik het was. Nee, dat heeft hij oprecht niet gezien. Dat is echt heel raar. Oké, het is hier in het noorden. Noorden van Whiterun. Lekker dichtbij. Zo. Als het goed is kun je het vanaf hier net zien. Of net niet. Ja, hier. Ik zie het al op de kaart. Volgens mij ben ik er wel eens geweest, maar... Ik hoor wat. Oh, daar. Ik zie ook wat nu. Dit opeens. Ik zag hier een rood stipje, maar was opeens niet rood meer. Ik ben soms wel blij dat je bij me bent. Maar soms bedoel ik best vaak. Gold nemen we mee. Meer niet. Niet zo'n behoefte aan. Oh. Oef.
Okay, die is dood. Zo. Ik vind het ook zo mooi, hè. Dan, die Nick, die zegt nooit dat op je stream wordt één keer het woord necromancy gezegd. Hij zo, yay, necromancy. Oké. Ja, ik denk niet dat weinig... ik denk dat weinig zin heeft, Lydia, als je in heavy armor gaat sneaken. Maar je mag hier wel even blijven. Ik kan natuurlijk gewoon vragen of ze hier wil blijven. Gewoon nergens heen wil gaan. Ik denk trouwens toch dat ik muffle en invisibility weer even ga omkeren. Want hoe vaak gebruik ik nu daadwerkelijk muffle? Ja, bijna nooit. Muffle op 4, visibility op 5. Oké. Couple of these, hè? Oké, lockpick neem ik graag mee. De pickaxe. De pickaxe zelf vind ik niet zo heel interessant. Mammoth, snouts en tusks. Nee. Ik sla over. Oké, er is hier heel veel ijzer om te mijnen. En dan zou je zeggen dat kun je allemaal smelten en dan kun je lekker gaan craften. We gaan het niet smelten. We gaan het allemaal transmuten in gold. Vraag ik wel eventjes af hoe duur die spel is die we nu hebben, die alteration spel. Kijk, als dat een hele dure spel is, dan moeten we misschien even investeren in een paar perks van alteration. Goed, zover zijn we nog niet. Oké, stamina potions. Healing potions. Er zijn heel veel van deze mines. Echt heel veel iron ore hier, ook een paar conundrums. Conundrum, ik weet het niet eens. Pachink. Nee, hier nog meer. Nou, zo gaat het wel eventjes door. Maar ondertussen zijn hier ook heel veel bandits die ons het leven zuur gaan maken. Oh, heel even spieken hoor. Oh, even doortikken. Oké, de ore vein is depleted. Fijn. We hebben die op de grond hebben nu gehad. Lydia staat er nog steeds leuk bij in haar dwarven armor. Hop. Hier, hex. Alsjeblieft. Niks op plafond? Nee? Oké, top. Gaan we. Ik heb hier blijkbaar een key van. Ik ben hier denk ik wel eens eerder geweest, maar dat is lang geleden. Heel veel oors hier. Is nog een iron ore vein. We gaan hier echt met zoveel iron ores en gems weer terug naar huis. Wat ik me dan wel afvraag is, kun je ook sterven van de honger, zeg maar, in dit spel. Dat zou wel een domper zijn als dat kon, zeg maar. Iemand op de achtergrond heeft echt een monoloog van, heb ik jou daar? I've got a bad feeling about this. Ja, ik ook, Lydia, dus als je je mond houdt. En een paar mensen zijn flink aan het zingen. Oh, gaan we weer. Je me excuse, voilà. Oké.
We gaan er een feestje van maken, jongens. We zien hier een lantaarn. Die gaat daarna, die gaan we naar beneden sturen. Hier een lantaarn. Hopsa. Als het goed is, verzwakt dat ze al enigszins. En iedereen is dood. Fantastisch. Bandit Chief. Heel veel gold, ja. Voor de rest allemaal... kutmeuk. Een paar cabbages. Sacks of flour. Green apples. We nemen gewoon alle voedsel ook mee. Carrots. We gaan gewoon alles opeten wat we niet kunnen of willen gebruiken. Salt piles. Tomatoes. Red apples. Tomatoes. Hier nog iets van toepassing behalve alles wat van de tafel geflikkerd is. Een gold piece. Nee hè. A brief history of the empire. Toch een heel boek over kunnen schrijven. Dus zo brief was het niet. Oké. Hier nog een coin purse. Hier is nog een bandit outlaw. Die is ontploft. Hier nog oorveins. Allemaal ijzer, jongens. Kun je goed van leven. Nou, nog maar meer. Hé, jongens. Zo, excuseer. Ben ik alweer ruim 2 uur bezig, hè? Ja, ik weet het. Sommige streamers kunnen dit al dagen achter elkaar volhouden. Ik ben niet sommige streamers, hè? I'm only human after all. Zo, gewoon lekker potatoes opeten tot je er weer 10 hebt. Eet ook maar gewoon zakken met bloem. Hopsa. En tomatoes. Hopsakee. Nou, lekker gegeten, jongens. You're hungry. What the hell? Alles wat ik net gegeten heb. En het durft te zeggen dat ik honger heb. Ja, het was natuurlijk een gestolen tomaat, hè, die ik heb gegeten. Een gestolen tomaat, ja, daar krijg je spijt van. Dat is het gewoon. Oké, weet je wat? Hier. Vegetable soup. Nu wil ik geen gezeik meer horen. Ja. Oké. Dat zijn oars. Hier nog oars. Ja, hier is een oar. Een iron ore vein. Lekker hakken dwars door de veranda. Lekker man. Zo. En dan hebben we hier natuurlijk ook... Oh, wacht even. En hier natuurlijk ook nog een oor. Of 2 of 3. Is het zo? Ik zie echt helemaal niks, jongens. Wacht even. Dat is aanzienlijk beter. Zo, eens even kijken. Wat hebben we hier? Novice chest. Oké, andere kant op dus. Klik. In 1 keer. Ja. Blablabla. Dresser. Met het kleren en zo. Iron ores. Potion of strength. Cake and the diamond. Ja. Ja, niet heel erg veel interessants. We hebben hier dan een ding en een ding en een ding en een ding. Zo. Waar is het boek? Hebben we toevallig het boek al een keer opgepakt? Of sterker nog, kennen we deze spel al gewoon? Alteration. Transmute. Ja, die kennen we gewoon al. Jongens. Wat slecht. Gold ore added. Dus we kunnen al gewoon silver ore omzetten in... Iron en silver kunnen we al omzetten in gold.
Het is alleen, we moeten even kijken wat voor spel het is. Even kijken of we dat proces wat kunnen versnellen. Want ik weet één ding zeker. Ik ga niet urenlang elke keer die spel casten totdat het een keer heeft gewerkt. Kijk hoeveel magicka dat opslurpt. Dit is een adept spel, dus we moeten minimaal 3 levels in... Ebony armor, hallootjes. Oh, wil je wel blij van of niet, Lydia, als je dat zo ziet. Ebony armor. Ik kan een heel setje ebony voor je maken, als je wil. How can I serve you, my Thane? Well, serve me this. Moet je wel echt die helm afdoen. Dat kan echt niet. Ja, de dwarven gauntlets en boots. Eigenlijk moet het allemaal dan weg. Maar goed. Weet je wat? Neem maar gewoon alleen die armor voor nu. Lead on. Staat je wel heel stoer. Hebben die armor. Ja. Toppetje. Oké. Mammoth tusks. Ja hoor, neem maar mee. Die zijn best wel wat waard eigenlijk. Dat leidt naar certain death. Pa 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 pa. Certain death. We kunnen hier zitten als we willen. Alteration increased to 18. Ja, we moeten sowieso wat levels ook krijgen in alteration. Hè? Anders kunnen we nooit al die perks erin zetten. We moeten volgens mij level 50 alteration zijn. Ik heb geen flauw idee hoe je alteration een beetje fatsoenlijk kan trainen. Volgens mij is alteration echt een hele slome skill. Maar ja, we gaan het wel zien. We gaan het wel zien. We gaan het wel zien. Nou, ik denk die tusks dan ook maar mee. En toch alles jat wat los en vast zit, hè? Nog meer iron ores. Hopsa. Ik wist dat er heel veel te vinden was hier. Maar niet dat er zoveel te vinden was hier. En als we nu alles omzetten in gold, dan kunnen we dus... dan kunnen we dus al die iron ores ook veranderen in gold necklaces. En wat we daar maar mee kunnen doen. Want we hebben als het goed is een hele hoop juwelen thuis liggen. Dus daar kunnen we als het goed is allemaal jewels van maken. En je krijgt een smithing experience gebaseerd op de waarde van het item dat je craft. Dus dat is wel een interessante om in de gaten te houden. Dan gaan we terug naar Whitehorn, hè? Maak geen zorgen. We gaan gewoon lopend. Als je dus een skill aan het trainen bent, dan krijg je dus naar waarde, naar rato, krijg je dus experience. Wat interessant is, want... zo, silver ore added, nice. En nu gold ore. Ja, precies. Dus elke 2 keer dat je me cast, verander je een iron in silver en een silver in gold. Dus als we even kijken naar onze huidige iron ore. Iron ore 39 nog. Dus we hebben heel veel iron ore. Dus die moeten we echt allemaal transmuten. En nou ja, zoals ik zeg, dat is niet erg op zich. Maar dan moeten we dus eventjes kijken naar opties. Dit is 1 keer, dat is dus een silver ore. Dan doen we het nog een keer. En dan veranderen we die silver in een gold ore. Nou ben ik even benieuwd. Hoeveel gold heb je nodig voor een bar? We kunnen natuurlijk hetgeen doen wat ik al tijden heb gedaan. We kunnen ook even kijken of we wat enchanting gear kunnen maken. En misschien wat alteration gear. We hebben namelijk soul gems. Flink. Flink aantal soul gems. En wat zou het toch mooi zijn als we dit gewoon konden blijven casten de hele tijd. Oké. Plan de campagne. Ik ga kijken of ik wat armor kan, of wat kleren kan kopen. Yes. Yes. Misschien heb ik nog wel gewoon kleren in onze party mix. Oh. Still here. Time for us to part ways. I'll head back home if you need me. Fine. Ingredients, drop maar. Salt piles moet ik ook eigenlijk bij me houden voor het maken van eten impromptu. Hoeveel salt piles heb ik? Laten we daar eens mee beginnen. Salt pile, 151. Dat zoveel hebben we ook eigenlijk niet nodig. Maar goed, het zit al goed.
Follower leaves your service, oké. We hebben onze amethyst nodig, garnets, rubies, sapphires, gewone garnets. Iron ores hebben we nodig. Carrying too much to be able to run. Oké, daar gaan we al. Iron ingots niet. Quicksilver ingots ook niet. Rubies wel. Sapphires. Oké, dus we hebben onze... Alles hebben we nodig behalve wat wij hier hebben. Oké, check. Weet je wat? Neem de hele bende maar gewoon even mee. Hupsa. Honor to you, my thane. Als we toch te langzaam lopen. I work for Bellathor at the General Goods Store. Come by Bellathor's shop at the market. I'm sure we've got something you need. Silver ore added, gold ore added. Ja. Dit wordt een langzaam proces, maar dat geeft niks. Ik denk dat het de moeite waard is. Dus allemaal goud smeden straks. Use the smelter. Oké, wat hebben we hier? Corundrum ingots. We kunnen ook steel maken van iron en... Ja. Maak maar corundrum, want steel denk ik niet dat ik heel veel ga gebruiken. Gold ingots. Die hebben 2 nodig. Oké. Dus elke twee iron ores die je omzet in 2 zilver en daarna omzet in 2 gold, maak je 1 bar van. Oké. Jewelry. Laten we even kijken. Gold jeweled necklace. 2 flawless amethyst. We gaan even kijken naar degene met de hoogste waarde. Gold jeweled necklace is volgens mij op dit moment degene met de hoogste waarde. En daarna gold ruby necklace. En daarna waarschijnlijk gold sapphire ring. Ja. Oké, dat increased onze smithing al, dus dat scheelt. Ja, het liefst willen we eigenlijk eventjes iets wat heel veel magicka regen doet. Maar ook alteration. Eerst even kijken of Bellathor zoiets al heeft in zijn winkel. More inside. Well, I'm not looking to buy. Ik ga eens even kijken wat ik allemaal kan droppen. Want het is natuurlijk wel bullshit dat ze zoveel bij ons dragen. Hey, daar ben ik. I work with my mother. Oké, Mila, Valentina, Valencia. Mila, Valencia. There are some fruits that actually grow better in the cold weather. Oh my god. Misk, amethysts. Ik hoef niet zoveel amethysts, denk ik. Ik denk dat ik überhaupt geen amethysts hoef. Corundrum ingots, ook niet. Dragon bones, dragon scales, nee. Ebony ingots, nee. Emeralds, garnets. Sapphires. Gewone garnets. Ik weet niet wat ik allemaal nodig heb. Oké, wacht even. Die wil ik wel bij me houden. Iron ingots hoeft niet. Iron ores wel. Deze ook niet. Lockpicks niet. Mammoth tusks, die gaan we verkopen. Absoluut. Quicksilver ingots. Refined malachite. Moonstones gaan we verkopen. Steel ingots gaan we wegdoen. Wolfpelts gaan we omzetten in... Is er nog flawless emerald, garnet. Oké, wolfpelts omzetten. Oh, we zijn niet meer te zwaar. Fantastisch. Wolfpelts omzetten in letters. Have you met my looking to protect yourself or deal some damage? Oké, weapons, pickaxe, nee. Apparel, dwarf, ja, weg ermee. gold jeweled necklace, ruby necklace, sapphire rings. Die houden we maar eventjes bij ons. Even wat potions wegdoen. Die we anders toch niet gaan gebruiken. Carrots, Nordmead, sure. Tomatoes, veel te veel, maar dat geeft niks. Books, die houden we bij ons. Misk. ja. Willen we hier iets van verkopen? Volgens mij niet, hè. Mammoth tusks, ja, die wel. Ik kan er een paar verkopen. Zo. Nou, dan houden we de rest bij ons.
Dat is nu de vraag, is wat kunnen we maken van golden jewelry? We kunnen dus ook silver jewelry maken, maar het nadeel van silver is... Flawless sapphires, die gebruiken ze daarvoor. Even kijken, we gaan eerst even alles wat gold is gaan we doen. Oké, diamonds, flawless diamonds en gold. Gewone diamonds en gold. Oké, diamonds dus. Emerald. Amethyst, flawless amethyst. Oké, even zien. Een gewone amethyst dan. Wat gebruik je die voor? Waarschijnlijk voor iets van zilver. Ja, silver ring. Silver amethyst ring. Oké. Oké, emeralds kun je daar ook voor gebruiken. Silver sapphire necklace. Oké, dus voor gold hebben we nodig. Even zien. We hebben voor gold eigenlijk niks meer dat we nu kunnen gebruiken. Dus, sapphires. We kunnen nog 2 gold sapphire rings maken. En de rest moeten we eigenlijk maken van zilver. Weet je, dat is aan zich ook geen probleem. Gold ingots. Oké. Silver. Het kost 2 silver ores. Met transmute, dat wordt een beetje een probleem dan. I don't claim the finest weapons and armor. Verkoop je toevallig zilver? Silver ores, 3. Geen ingots. Kijk, het punt is... Ik kan deze wel kopen hoor, daar niet van. Kijk ook even binnen of die zilver heeft. Het punt is, ik wil wel zilver gebruiken, maar je hebt 2 zilver ingots nodig. Ores voor 1 ingot. En... We've got small, the finest weapons and armor. Ja, dat geloof ik wel, maar... Ik ben voornamelijk eventjes op zoek naar je zilver. En dat heeft hij helemaal niet hier. Quicksilver. Ja, dat is niet wat ik zoek. Nee, hij heeft helemaal niks van wat ik zoek. Ik kan wel shit aan hem verkopen weer, zoals... zoals Mammoth Tusks. Oké, top. Good doing business with you. Kijk, het punt is, dan wil ik dus zilver maken. I help my father in more ways than people realize. Even zien. Ja, hier is zilver, right? Oké, let eventjes op. 2 zilver oor van de 3 om een zilver ingot te maken. Dus nu heb ik zeg maar 1 zilver oor heb ik over. En daar kan ik net geen zilver ingot van maken. Dus ik denk bij mezelf, ik transmute er wel even 1. Maar die zilver oor die ik had, is nu een gold oor. En daar kan ik wel weer gold bars van smelten. Begrijp me niet verkeerd. Gold ingots, yes. Maar geen zilver. Want ik heb 2 zilver oors nodig, maar voordat ik de tweede heb gemaakt, heb ik de eerste alweer getransmute. Dus er gaat iets fout. Gold sapphire ring, top. Silver amethyst, wat is het duurste wat ik kan maken van zilver? Volgens mij de silver emerald necklace, ja. Oké, top. Flawless sapphires heb ik er 2 van. Ik heb 5 rubies, dus dat is 7 silver ingots. 7 silver ingots. 10 silver ingots. Ik kan nog heel veel garnet rings maken als ik wil. Ja. Garnet rings die zijn wel wat waard. Ja, het is beter dan deze gold rings maken. Dus het is wel wat waard. 2 hiervan trouwens, is omdat je er 2 maakt, is het 150 waard. Dus ook de XP wordt daarna gerekend. Dus dat is zeker goed. Ik heb geen gems meer voor gold jewelry. Hier, silver en amethyst heb ik er heel veel van. Silver en garnet heb ik er heel veel van. Dus ik moet gewoon heel veel zilver maken. Best veel zilver. Nou, dan gaan we dat even op een andere manier proberen. En dit is een beetje een rare manier. Maar wat ik ga doen... is ik ga transmuten. En dan ga ik naar mijn inventory. En dan drop ik mijn silver ore. Dan ga ik transmuten. En dan drop ik mijn silver oor. Deze 2 silver oors is nu 1 silver bar. Dus snap je, het is een rare manier om het te doen. Maar het zal werken.
Ik heb nu 1 zilver oor. Die kan ik dan gebruiken hier. En die kan ik dan omsmelten via jewelry naar iets naar keuze. Zoals een zilver amethyst ring. Garnet ring. Jeweled necklace. Volgens mij is jeweled necklace. Oh nee, sapphire necklace. Die is het meest waard. Doe die maar. Krijg je lekker wat experience van. Dat is altijd goed. Maar ik moet eerst inderdaad eens eventjes wat kleding kopen. En eens eventjes wat gaan enchanten. Want ik moet eventjes wat gear hebben om mijn alteration te uppen. Got everybody in here. Everything. Oh, what have you got for sale? Bit of this, bit of that. Oké, okay, top. Weet je wat? Verkoop mij maar een beetje. Oh, hier. Expert Robes of Alteration. Je hebt toevallig geen Master Robes of Alteration. Wel Restoration. Jesus. Oké. Okay. Kost me wel 5000. Magic Abatement. Magic Resistance. Oké. Okay. Ring of Recovery. Magic regenerates 100% faster. Weet je, in combinatie met... Oeh, die is wel echt heel goed. Ik denk dat ik die wel wil hebben. En dan in combinatie met deze Expert Robes of Alteration. Weet je, ik ben nu arm. Maar ik ga ook heel veel enchanted rings maken. Dus misschien krijg ik nog wat terug. En dan de Ring of Recovery. Do come back. Oké, ik kan nu veel meer en achter elkaar casten. Dus het gaat wel echt beter. Oké, dus op die manier gaan we het doen. En kijk hoe snel ik weer oplaad. Dat is echt wel fijn. Dus ik ga dat doen in de buurt van hier. In de buurt van de smelter. Oké, dus ik heb nu 2 silver ingots. Die moet ik eigenlijk allemaal droppen. Dat is een beetje het ding, hè. Ik moet eigenlijk allemaal silver ingots droppen. Of gelijk een bar van smelten. Dus ik doe dit. Misk. Silver ore. Nog een keer. En nu moet ik dus gaan smelten. Dus dat is eigenlijk de manier waarop je het zou moeten doen. Daarvoor heb ik een hele dure rope gekocht. Terwijl ik me nu pas bedenk van... Hé, ja, zoveel ga ik die rope ook niet gebruiken. Silver ore. Misschien is het handiger om gewoon eerst dit te doen. Silver ore droppen. Nog een keer. Het is handiger om het per 4 te doen, inderdaad. Zo. Ik denk per 2. Dan kan mijn magic genoeg opladen. Oké. Okay. Silver ingots. Hoeveel iron heb ik nog? 27. Nou, dat is genoeg voor een leuk ritje. Je kan hem dus 4 keer achter elkaar doen, zolang je niet moe bent. Ik ben een beetje moe. Dus ik kan hem net niet 4 keer achter elkaar doen. Dan heb ik er 4. Nou, en op die manier kun je dus een klein beetje het spel beïnvloeden. Nou ja, zoals ik zeg, geweldig is het niet. Zo, dan kan ik er nu 1 doen. Dan ben ik volledig gecured weer. Nog niet eens. Magicka regenerate nu wel echt heerlijk snel. Dus dat is echt heel fijn. Ja. Oké. Ik heb nu wat silver ores weer gefixt. Dus ik ga even jewelry maken. Even kijken. Ik heb waarschijnlijk heel veel jewelry die ik moet maken. Ja, deze gold ingot ga ik verpesten aan 2 rings. Of nou ja, verpesten. Ja. Oké. 5 rubies. Die zijn 200 nog wat waard. Deze zijn 380 waard. Komt hier maar door. Garnet rings zijn 160. Deze zijn 180. Deze 260. Oké. Dus even zien. Hier kan ik er 1 van maken. Dan heb ik nog 12. En hier heb ik nog 11 van. Dus 12 en 11. Dan heb ik al mijn gems opgemaakt aan emeralds. Aan emeralds. En alles wat los en vast zit.
12 en 11. Dat is in totaal 23. Dus ik heb 23 bars nodig. Ik weet niet of ik dat ga redden qua wat ik allemaal heb. Silver ore. Nog eentje. Alteration increased. Ook altijd fijn. Hoeveel iron heb ik nog? 15. Sowieso een oneven aantal, dus ik kom niet uit. Maar... Uren en schuim gespeeld, nooit geweten dat er een smelter zat. Ja. Ja, en gewoon net naast de poort ook gewoon. Ik kan het me wel voorstellen, want dat je dit gedeelte gebruikt, dat snap ik. En dan, ja, dit bosje staat ook een beetje in de weg natuurlijk. Dus ik snap het heel goed. Even kijken. Ik vind het zo kut dat je niet gewoon kunt kiezen wat je wilt transmuten. Dat je nu dit moet toepassen. Kijk, nu heb ik dus twee silver ores. Want ik heb er eentje laten vallen en ik heb er eentje in mijn inventory. En nu kan ik een silver bar maken. Nou ja. In ieder geval, welkom. Welkom, Pinky. Zo, dat zijn er weer twee. Weet je wat? Ik ga het gewoon zo doen. Ik drop er eerst gewoon wel een paar. Zo. Kijk, als ik deze in mijn inventory heb, dan verandert die zilver in goud. En dat is precies niet wat ik wil. Dus moet het er maar mee doen, hè. Dus dan wat droppen. Het is ook wel wat waard om zo'n hele stapel zilver te zien, toch? Dus, Zolang die NPC's hem niet oppakken, vind ik alles best. Hoeveel iron heb ik nog? Even kijken. 2 iron ores. Oké, valt mee. We zijn al ten einde van... We hadden dit veel eerder zo moeten doen. Ik ben de hele tijd aan het klooien geweest, joh. Silver ore. En de laatste. Dan heb ik een rope van 5000 gold gekocht. Gewoon puur zodat dit wat sneller zou gaan. En we zijn echt klaar binnen 3 minuten. Ja, of het nou 3 minuten of 4 minuten was geweest, dat had waarschijnlijk geen flikker uitgemaakt. Echt een van de beste spellen ooit gemaakt. Absoluut mee eens. Ik, weet je, iedereen die heeft het altijd over The Witcher. The Witcher 3 zou echt geweldig zijn. En weet je, ik wil ze graag geloven. Maar in The Witcher 3 heb ik nog nooit zoveel lol gehad als dat ik heb gehad in Skyrim. Dus voor mij is Skyrim de top. I'm sure you'll find what you're looking for. If not, let me know. I might have it stored away. Ach, zit je daar? Take a look. Ja, heb jij wat iron ores voor me? Dat wil ik even bekijken. Iron ingots wel. Geen ores. Dat is jammer. Want ik heb net één iron ore tekort. Of één zilver ore tekort. Ja, ik heb 8 zilver ingots. Het gaat hem niet trekken. We gaan wel eventjes kijken hoeveel we kunnen maken. Dan kunnen we het allemaal enchanten. En dan kunnen we het allemaal inleveren bij Bellator. Die nu een hele dure winkel heeft. Ja, hier. Amethyst ring. Oké, Amethyst ring. Die zijn duurst. Maak maar door. Hopsakee. Ik ben ook hongerig en slaperig, dus we moeten misschien eventjes gauw wat voedsel ophalen. I'm not afraid of you, you know. The finest. Take a look. We got for sale. Food. Hey. Chicken breasts. Dog meat. Raw beef. Ah, het is allemaal rauw natuurlijk. Good. Nou is dat voor mij als Khajiit geen probleem. Gewoon rauw eten, hups, oké. Okay. My favorite drinking buddy. Let's get some mead. Ja, nee, how about no? Ik ben een beetje een engert. Weet je waar ik last van heb? Droge keel. Ik ben zo terug. Een droge keel moet je smeren, zegt Pink Profession. En dat is zeker waar. Dus ik ga wat smeerolie naar binnen werken. In de vorm van...
De rode suikerdraak. Hopsa. Oké, lekker. We gaan door naar boven. Oh, misschien heeft Jorland trouwens... dat is wel een goeie. Jorland die kan wel eens wat ores verkopen. Hij heeft geen smelter, maar daar komen we straks op terug. Kunnen we net eventjes die extra paar dingetjes smelten. Het is laat. Misschien is Jorland al klaar met werken. Nee, hij is er nog. Got a lot of steel to What have you got for sale? Net op tijd. Hij wou net naar huis gaan, zag je dat? Dan kun je niks meer van hem kopen. Dus je iron ore wil ik heel graag. Ja, oh, en je silver ore heb je ook. Je hebt ook een silver ore. Nou, fijn. Dan komen wij er wel uit. Voor de rest, je hebt niks wat ik interessant vind. Doei. Oh, nee, kan niet. Jammer. Oké. Ja, niet doen. Ik was heel erg tempted om even dit te doen. Maar dat moeten we niet doen met Transmute, maar we moeten gewoon even muffelen, zeg maar. Magicka moet je nooit verspillen, hè. Magicka is experience. Dus je kan altijd rondlopen en je kan altijd dit doen, zeg maar. Kan geen kwaad. Illusion increase 91, zie, daar ga je maar weer. Voor je het weet... Oké, waar moet ik naar kijken? Come to Dragons. I had you figured what heb je voor sale? I think you'll appreciate this. Reality and other falsehoods. Ik vind die skillbooks wel interessant. Ik ga ze wel kopen van hem. Het is jammer dat je hier niet kan zien welke spells je al hebt. Ik zou heel graag willen zien dat hij of die boeken helemaal niet verkocht. Of dat ik kon zien welke ik al had geleerd. Random ruzie maken in Skyrim. Ja, dat is geweldig. Oké, die had ik al een keer gelezen. Deze ook. Dat is even jammer. Twee boeken die ik al had gelezen. It seems this damnable. Take a look. Ik ga ze gelijk weer terugverkopen. Het kleine beetje verlies. Nou ja. Weet je, ik heb iets van 30.000 goud nu nog. Nee, 40.000. En dat is na het kopen van die hele dure rope die ik nu aan heb. Ik zie het er niet uit, maar dat geeft niks. Oké, item. We kunnen een pickaxe enchanten. Waarom niet? Huntsman's Prowess. Of Turn Undead. Stamina Damage. Soul Trap. Silent Moons. Wat gaan we doen? Absorb Health. Die is wel wat waard. Absorb Health is zeker wat waard. 800 nog wat zag ik staan. We hadden kijken naar de waarde, hè? Want dat is ook de waarde van de XP die je krijgt. Shock Damage. There's a tranquility in magic. Stamina damage, turn undead. Volgens mij is absorb health nog steeds het meest waard, ja. Oké. Gaan we hier de grote soul gems aan verspillen? Nee. We gaan gewoon lesser soul gems pakken. Of petty. Petty soul. Absorb 12 points of health. Rename item. Dit is de Zealots pickaxe. Zo. Craft. Enchant, yes. Nog een petty soul gem. Enchantment. Fur armor, fur bracers, fur helmet. Ja, laten we ook eens een keer wat enchantment hierop zetten. Fortify alteration. En magicka regen. En als we dan niet de petty pakken, maar de grote soul gem. Want dit is wel voor onszelf. Oké, magicka regenerates faster. Maar dat is niet heel erg geweldig per se. Destruction, healing rate, health regens faster. Dat is altijd fijn. Magicka regen, 30% faster, zou ook fijn zijn. Stamina regen. Ja, ga ik voor magicka regen of health regen? Ik denk dat ik voor magicka regen ga. Gewoon als, dit is dan mijn standaard armor, hè? Mijn standaard fur armor. Craft. Fur armor. Exquisite. Fur bracers. Eens even kijken wat we daarop kunnen zetten. Ook even een Grand Soul Gem aan verspillen. We kunnen enchantments later nog sterker maken, maar voor nu. Je bogen doen 25% extra damage. Komt u maar door. Hoef ik niet eens over na te denken. En mijn helm. Wat gaan we doen met mijn helm? Fortify. Ook archery, denk ik dan. Conjuration.
Conjuration spells cost 15% less to cast. Illusion spells cost less. Magicka regen, 30% magicka regen. Had ik die nu al op een van mijn andere bodies? Ik weet het niet meer. Ja, magicka regen hebben we dus. En we hebben boats do more damage. We hebben muffled. Dus we kunnen gaan voor nog een keer magicka regen. Dan hebben we echt heel veel magicka regen. We kunnen geen health regen hierop doen. Volgens mij. Nee, healing rate is enkel op de body. Ja, dat is jammer. Hadden we die misschien beide kunnen doen. Weet je wat we doen? Extra magicka regen. Ik vind het de moeite waard. Van 60% in totaal. Hopsakee. Oké, we gaan onze necklaces gaan we enchanten. Dus even kijken, wat is de duurste die we hierop kunnen doen? Water breathing is volgens mij best wel duur. Resist shock is duur. 9, 10. Onthoud even iemand met me mee. Oh, two-handed is 13,37. Is lead. Oké. Oh, fortify sneak. 2130. Oké. Allemaal heel duur. Volgens mij is sneak tot nu toe de beste. Wie helpt mij even onthouden? Want er zijn nogal een paar. Alchemy. Nee, oké. Okay. Voor necklaces denk ik dat Fortify Sneak de duurste is. Absoluut. Ook al gebruiken we een mini soul gem. Hier nog steeds. 2% beter. Wel dik vet meer. Fortify Sneak op een gold ring. Doe maar een necklace, ja. Fortify Sneak. Met een kleine soul gem. Ik heb nog een kleine soul gem. Fortify Sneak. Op al onze amulets gaan we dit eerst doen. Silver emerald necklace. Jongens, wij worden rijk. A petty soul gem. Yes, yes sir. Fortify Sneak. Heb ik nog een necklace? Jawel. Nog een necklace. Fortify Sneak. Lesser soul gems. Fortify Sneak. Een necklace. Fortify Sneak. Lesser Soul Gem. Fantastisch. Ik heb nog een lesser. Ik heb nog 5 commons. Eens even kijken. Wat is het beste om te doen op een gold ring? Enchantment. Ik denk dat Sneak wel weer in de top staat. Sneak is tot nu toe de top met 1670. Pickpocket? Nee. Sneak wint wederom. Dit is allemaal attack damage. Dat kunnen we niet doen. Sneak. Sneak it is. Oké. Okay. Item. Gold ring. Sneak. Lesser soul gem. Yes. Common soul gems. Die maken het al wat duurder allemaal. Gold sapphire ring. Ook sneak. Niet de black soul gem. Wil ik nog niet gebruiken. Enchanting. Level 70. We kunnen straks echt leuke dingen gaan doen met enchanting. Oké, okay, Common Soul Gem, Fortify Sneak, Gold Sapphire Ring. We hebben nog heel veel Soul Gems. Wat we eigenlijk nodig hebben is een paar Grand en Black Soul Gems. Maar weet je, ik kan nu gewoon natuurlijk van Farangar ook Soul Gems kopen. Zolang er wat in zit. Ik kan er driedubbel de winst op maken. Misschien. Ik koop al je Soul Gems, hoe vind je die? Ik koop ze allemaal. Ook de lege. We zijn nu arm, maar we gaan heel snel rijk worden. Fortify Sneak. Sneaky, sneaky, sneaky. En alles behalve de dure soul gems. Yes. Petty soul gem. Sneak op een ring. Fortify Sneak op een lesser soul gem. Common soul gem. Komt u maar. Grand Soul Gems. Greater Soul Gems. Laten we eerst de duurdere gaan doen. Voordat we straks geen ringen meer hebben. Ik denk dat dat nog wel even duurt, hoor, voordat we geen ringen meer hebben. Maar Lesser Soul Gem. En nog eentje. Weet je wat? Ik ga ook mijn Grand Soul Gem of mijn Black Soul Gem gebruiken. En ik ga zelfs mijn Grand Soul Gems gebruiken. Zo, ik ga zoveel winst maken op deze meuk. En zoveel experience krijgen met enchanting. Het is mij de moeite waard. Oké.
alles gemaakt. Varengar, ik wil dat je wat dingen voor me koopt. Nee, maar ik wens wel te weten wat jij wilt doen met al dat goud. Fur armor gaan we straks weer aandoen voor extra magicka regen. Dit heeft aanzienlijk meer magicka regen, maar geen armor. Deze gaan we weer verkopen. Ja, we hebben er lol van gehad. Het is nu klaar. Oké, jij. Allemaal sneaking items. Oké, je hebt nog maar 16 goud over. Dat is ook wat. Ring of Recovery voor extra magicka regen. Ik denk dat ze die Ring of Recuperation dan maar gaan wegdoen weer. Ja. Oké, Farangar, bedankt. Remember, your mind is the best weapon you have. Sure. Oh, lekker veel enchanting gedaan vandaag. Dat is echt wel fijn. Enchanting is wel een van die skill trees die ik vol wil hebben. Gewoon hele dikke armors maken met hele sterke enchantments erop. Is Bellator nog open? Nee, helaas. We gaan slapen en we gaan morgen het geld van Bellator opmaken. Na, Catman. Nee hoor, nog steeds trui. Trui op Skyrim avontuur. Trui is een beetje naakt, zie ik. We gaan eventjes zijn fur armor weer aandoen. Zo, fur armor. We hebben een Necklace of Minor Deft Hands en een Ring of Recovery. Ring of Recovery wil ik zeker houden. Minor Deft Hands. Kunnen we niet een andere necklace gebruiken? Heb ik een betere necklace gemaakt? Nee, sneaking is 25% beter. Dat is wel een hele goeie. Strange Amulet met een schedel erop. Weet je wat? We gaan die gewoon dragen. Nee, wat is dit? Minor Deft Hands is voor pickpocket succes. Dat is niet heel veel beter. Kunnen de Amulet of Talos dragen? Sure. We gaan de Amulet of Talos dragen. Openlijk. Nee, we doen de Strange Amulet. Hij doet niks, maar ik vind hem cool. Hij doet helemaal niks, maar ik vind hem cool. Onze Necromancer Amulet. Ja, Search Cupboard. We gaan even onze dingen wegdoen. Amethysts. Garnets. Flawless Garnet. Een Iron Ore wegdoen. Twee Leather. Lockpicks. Unusual Gem. Even zien. We moeten volgens mij nog... Ja, ik ga al deze shit ook gewoon verkopen. Fuck it. Alles wat ik kan ga ik verkopen. Ga eens even aan de kant. Ups. Stupid dog. Oké. 12 uurtjes. Lekker slapen. Pararadata. Level up. We hebben volgens mij net Magicka gedaan. Dus dan is health aan de beurt. Eens even kijken. Archery hebben we nu echt gewoon lekker vol. We hebben nog Bullseye. Chance of Paralyzing. Die wil ik wel degelijk hebben. Nu nog niet. We gaan even naar Enchanting. Daar zijn we toch de hele tijd mee bezig. Dus dan wil ik dat ook belonen. We hebben hier in Illusion hebben we ook nog iets. Wat is die bovenste? Oh, Master of the Mind. Onze spells werken op Undead, Constructs en Daedra. Dat kan heel interessant zijn. Alteration. Eens even kijken wat we hier kunnen vinden in deze prachtige... Wat is het? Mage Armor. Protection spells like Stoneflesh are twice as strong if not wearing armor. Oké. Magic Resistance. Dat is een goede op zich. Stability. Greater Duration. En dan hebben we hier Absorb 30% of the Magicka of any spell that hits you. Die is wel echt heel goed. Dat is een level 100 ability natuurlijk. Level 100 Alteration. Ja, dat is überhaupt een goede om te hebben of je nou een mage character bent of niet. Enchanter, wat is dit? Corpus Enchanter. Badori, kom op. Hebbes, Corpus Enchanter. Health, Magicka en Stamina Enchantments are stronger. Bam. Extra effect. Dit is degene die we willen. Twee effecten op één enchantment. Dus we gaan Enchanter gaan we maxen. We willen waarschijnlijk ook nog Fire, Frost en Storm Enchanter. Maar dat vind ik niet zo belangrijk per se. Oké, we zijn uitgeslapen.
Package. Even wat food eten. Oké, we gaan alles proberen te verkopen. Als het goed is, heeft Bellator nog een shit ton aan geld. Dus daar gaan we zeker misbruik van maken, dan wel gebruik van maken. Bellator! Take a good look around. I'm sure you'll find what you're looking for. Everything. Trinkets, odds and ends. Yes, zijn geld is nog niet gereset. Mooi. Gold, silver, sapphire ring. Necklace of minor death hands. Ring of recuperation? Nee. Stamina damage healer vind ik niet zo heel interessant. Silver amethyst rings. Hopsa. Deze slechte sneaking necklaces waar hij toch nog steeds wat geld voor betaalt. Oké. Deze silver ruby ring is op zich niet zo slecht, hè? Gewoon 25% betere sneak. Misschien willen we die houden. Eentje op zijn minst. Ring of Recovery is ook heel fijn, maar extra sneak is ook heel fijn. Ja, ja. Dan is inderdaad de vraag, wat gaan we ermee doen? Ik heb ook wat ingredients, maar niks bijzonders. Ik heb misschien nog wat misk. Ja, ik kan je 2 amethysts verkopen. Zo, klaar. Flawless Garnets en de gewone Garnets gaan we ook verkopen. Want ik ga daar niet veel mee doen. Do come back. Will don't. Zo. Heb ik trouwens echt niet gewoon te veel dingen openstaan? Aha. Nou, dankjewel Tobias. Ik ga je gelijk eventjes bananen. Zo, dankjewel. Bedankt voor je fantastische toevoeging aan deze channel. Oh, ik krijg een belletje. Moment. Mensen, we gaan hem hier moeten afsluiten voor vandaag. Het is een... Nou ja, we zijn ook al 3 uur aan het streamen natuurlijk, dus dat vooropgesteld. Maar het is... Oh, hier allemaal gestolen potions nog. Ik ga nog heel even vlug die silver ore smelten. Ja, echt, ik vind het wel gaaf dat ik gewoon nog steeds die fur armor van het begin draag. Alleen nu wel enchanted. Ik ben benieuwd of ik met mijn hogere level ook nog dit kan verbeteren. Ik kan niet verbeteren. You lack the required skill to improve this item. Oké, check. Nou, dat wou ik even weten. Extra boog damage. Die dingen zijn opeens 800 waard, hè? Dat is op zich wel goed. Yes. Ik kan nog even kijken of ik nog iets van zilver kan bouwen. Bouwen, ja. I like that. Silver amethyst ring. Fantastisch. Nou. Got some good pieces out here if you're looking to buy. More inside. Ik heb een flawless garnet te weinig. Ik heb wel gewone garnets en gewone amethysts nog. I don't claim maar to be dat the best is het dan ook. Yes, ik ga hier op de save knop drukken. Dus we gaan naar save. En we pakken deze, de Frozen Hearth, gaan we overschrijven, zo. Onze 16e save. En dan gaan wij terug naar desktop, Fantastitatico. Zo, mensen, dat was hem weer voor vandaag. In ieder geval super bedankt voor het kijken. We gaan binnenkort weer verder, gewoon zoals we gewend zijn. Elke woensdagavond, donderdagavond en elke zondagmiddag met
deze weken in de aanbieding Skyrim. Zoals Pink Profession al zei, één van de beste games aller tijden. En daar ben ik het openhartig mee eens. Mensen, voor nu bedankt voor het kijken. En ik zou zeggen tot de volgende keer bij Karimi TV.